Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van PowerPraat, jouw favoriete podcast. En podcast over games en ander entertainment. En nou, misschien we hebben ook wel wat sidequests hier in deze aflevering. Dus <laughs> uh, wees ervoor voorbereid. We hebben het over buschauffeurs, we hebben het over de PlayStation VR 2. Gaat het naar de PC komen of niet? De Pechstreak van Florian. Jawel, daar is er eentje. Uh, de Ratten van Wouter. Ja, godverdamme. rustig, hey, uh, ja, jij. Final Fantasy 7 Rebirth. We hey. gaan hem nog even dat, uh, dat die Can of Worms opentrekken. Uh, King Arthur A Knight's Tale. Dat is een, uh, een, een turn-based game die Wouter heeft gespeeld. Sons of the Forest is die ook helemaal ingedoken. De Halo Serie en de games. Mass Effect 2. Geometry Wars hebben we het zelfs nog even over. Helldivers 2. Dune Part 2. En nog veel meer. Nee, eigenlijk niet. Uh, we nee, hebben het zo fijn, ongeveer fijn. alles gehad. Ja, maar ja. het is zeker de moeite waard om even te blijven hangen. We zijn er weer. Ja, we zitten hier al een half uur te lachen. Ja, precies. Ja. Fucking allemaal Het headset flikkert er gewoon af van het lachen. gewoon. Goed. Um, ja, we gaan er echt een uh, weer een leuke aflevering van maken. Wow. Jezus. Uh, <laughs> <laughs> Dank je. Okay, we hebben al die grote grappen al, al gehad, maar we proberen het nog oh. een soort even dunnetjes over te doen. Maar welkom bij een nieuwe Pouwpraat. Dankjewel. Het lijkt het alsof Heerlijke je intro. tegen ons hebt in plaats van de luisteraars, slash kijkers. Ja, tegen ons allemaal, toch? Jullie ook welkom in een nieuwe Pauwpraat. Oh, ja, okay. Want ja. we hebben het echt wel weer een, uh, een leuke uitzending oh, voor man. de boeg. We hebben uh, veel te bespreken. Oh, echt? Onder andere natuurlijk waar we het vorige keer al over hadden, Floor. Over Final Fantasy. Dus Hoezo? Wat is er aan de, de hand? Nou, je, <laughs> hebt je hebt inmiddels de review uh, geschreven. Oh, ja? Is en, dat, is dat uh, wat gaande? Oh ja, natuurlijk. En er er dat zijn voor... wat dingen gaande, ja. okay. We zijn vorige week blijven hangen bij het feit dat hij vlak voor het review uh, schrijven uh, nog zat te wachten op de update natuurlijk. Mm -hmm. En dat was de laatste keer dat we van je gehoord hebben op de Final <laughs> Power Praat. Ja. Sindsdien was het stil. Ja, ja. La laten we dus maar meteen beginnen met de comments van de week, want er zitten wel wat comments. Ja. Nou, kom maar op met die tune dan. Ja. comments van de week. Dit zijn de comments van de week. Comments van de week. Dit zijn de comments. Ja, de comments van de week. Oh, de Peppa. Hervaren. Ja, misschien uh, had je het dat nog niet door. Duidelijk, nee. Maar uh, Harry Potter, uh, had je de comments al een beetje gelezen? <laughs> Dat is een nieuwe nickname, ja. Wat Potter? Potter. Wouter Potter. Oh nee, dat had ik nog niet. Oh, dit is. Harry Brugge. Oh, de, om de, om Wouter de nieuwe... heeft een nieuwe bril. <laughs> ja. Voor de mensen die, <laughs> die luisteren. Um, Alleen nog een lipteken op mijn harsjes. Ja, nou, daar kunnen we wel voor zorgen. <laughs> en een staf. <laughs> <En> een stafje. Ik Over ze. Nike Nicky Drunkie, daar is die. Ja, de, 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 we hadden natuurlijk, uh, de vorige keer hadden we een buschauffeur die, die luisterde naar Praat tijdens right. zijn uh, dienst. Juist. En Nicky Drunkie die zegt: Ik zit pas sinds kort op de bus. En wat grappig om te horen dat blijkbaar collega's tijdens hun dienst naar jullie luisteren. Lijkt mij overigens een goed idee om in plaats van een oproeper over de speakers en de haltes op het scherm, dat er pu streams en video's te zien en te horen zijn. <laughs> Passagiers zitten toch alleen maar op hun telefoons met oortjes in. Ja, okay. ja, go goed punt. Maar wat heeft het dan voor zin om, het, om die powerprater op af te spelen? Ja, precies. Ja, Als iemand ja, dat is de, het een een kijkt, van belang ja, of zo. Ja, jij hebt wel uh, goede uh, commerciële routes, toch? Misschien kun jij een, een mooie deal maken met de Arriva of zo. Ja, of maar die vragen er geld voor. Ja, met connection inderdaad, is dat toch? Ja. ja. die vragen er geld voor. Hmm. Tenzij wij hun iets terugbieden aparte deal heet dat toch? Oh ja, het is uh, dat we dat we een soort van campagne gaan voeren van meer met de bus rijden. <laughs> Precies. Rij eens met de bus. Helemaal ja. niet duur. Ja, dat het we gewoon een bus helemaal uit uh, uh, gewoon uit uh, een gaming bus maken. Ja, dat we een game bus maken. Dat is wel vet. Ja. Ja. De Arriva game bus, de connection. Daar moeten we dan wel eentje die zijn bus. die heel lang recht rijdt zeg maar, niet iemand die de, de niet een bus die je alleen maar <laughs> Net zoals een speed. Ja, precies. Ja. Ja. Oh, dat zou inderdaad. Als hij dan langzamer naar 50 is, dan gaan de consoles uit. Dat is wel Dan gaan de consoles uit. Oh. Vet, dan gaan nee. de uit, en dan gaat iedereen vloeken. Het ja, dus een busje voor nee. een gast erop. Ja. Ja. Oké, okay, nee, maar leuk dat, uh, dat jij ook uh, luistert naar uh, Pauwpraat. Uh, volgens mij, ik, ik, ik las volgens mij ook. Hij zat een keer in de chat van de, van de livestream. Toen zei hij van dat hij eigenlijk niet echt mag luisteren via het speakersysteem van zijn baas. In de bus, het, ja. ja, okay. ja het hebben we nu nog een steeds moet... over Nicky Drunky? Ja, volgens mij ja, ja. wel. Ja. Oké, okay, um, wat hebben we nog meer? Um, Zwoosh. Die Zwoosh. Zegt, Zwoosh. Beste jeerd, cool. Wouter en vooral Florian. Oh, ja. Wat vinden jullie van het nieuws dat PSVR 2 zeer Oeh. waarschijnlijk door Sony beschikbaar wordt gesteld voor gebruik op PC? Ik hmm. zelf zou het fantastisch vinden, want dat zou betekenen dat ik half-life Alex ja, met ja. dit soort met dit stukje hardware kan spelen. Nog steeds niet gespeeld die game, hè? Ja, denk ik denk uh, daar tikt hij volops op zijn hart is, inderdaad. Ja. Uh, als die uh, headset volledig compatible wordt met PC, kan je dus al die vette PC VR games spelen op PlayStation VR 2, uh, wat op zichzelf een, een hele fijne headset is. Uh, dus ook ik ben heel benieuwd hoe Half-Life Alex er bijvoorbeeld uitziet in PlayStation VR 2. Ja. Uh, dat is voor mij ook een tijd geleden dat ik die game heb gespeeld. Maar in en een theorie... paar generaties terug. Maar in theorie is het natuurlijk zo dat de PSVR 2 eigenlijk het maximale uit die bril haalt. Omdat het gewoon één systeem is wat het aanstuurt. In dit geval de PlayStation 5. Ja, Ja. je hebt dus wat overhead dan... nodig inderdaad op de PC. Maar dat heb je ook, want die videokaarten zijn vele malen sterker dan... Ja, precies. PlayStation 5. ja, maar de, 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 de valt of staat het natuurlijk bij de uh, compa compatibility met de optimalisatie. Ja, drivers, de... uh, ja. Ja, dat soort dingen. Ja. Maar denk je dat het gaat gebeuren? Ja. Echt? Ja, denk het wel. Dat is wel chill, want uh, PlayStation die ondersteunt uh, die de VR-business natuurlijk amper. En nu heb je er opeens dan <laughs> een shitload. Precies. Plus, uh, Sony die is natuurlijk best wel ook bezig om games naar PC te brengen. Uh, en dan kunnen ze natuurlijk ook gewoon hun ja. PlayStation VR games naar PC ja. brengen. Uh, dus ik denk dat het een win-win is voor, de, voor iedereen. Maar ja, de vraag is inderdaad: waarom hebben ze dit nog niet eerder gedaan? Ja. Dat was bij de eerste ook al. Ja, misschien was de PlayStation VR 1. Het was uh, misschien iets niet, uh, ja, niet krachtig genoeg uh, of zo. Ja. En het was meer een test. En daar zat er ook zoveel haken in ogen aan met die, met die PlayStation camera die je nodig had. Met die PlayStation Move controllers. Want het is niet uh, zo dat de games zijn op Steam. Of, of, of ja, op Steam is dat het toch? Of? Ja, er zijn VR-games op Steam, ja, natuurlijk. Op dat... Steam VR zelfs. Ja. Er zijn niet games die gewoon niet speelbaar kunnen zijn op die bril, wegens, I don't know, hardware reasons of zo, Want dat, die hardware zit allemaal in de PC, right? Het is niet zoiets ja. van, oké, okay, je kunt niet die en die game spelen, want dat kan de PSVR nou, 2 niet aan, zeg maar. Mm, nee, sterker niet. nog, de vr 2 heeft misschien wel functionaliteit die andere headsets niet hebben, bijvoorbeeld die eye-tracking. Nice, uh, ja. En dat zal niet gebruikt worden door PC-games, natuurlijk. Nee. Uh, maar misschien komt daar ook optimalisatie voor, in weet ik wat. Dus ja, dit is goed nieuws voor, voor iedereen, natuurlijk. En ook gewoon voor VR in het algemeen. Uh, ik denk dat dit een goede move is. Ja. En stel hè, dit gebeurt. Wat is dan volgens jou qua prijzen en kwaliteit en, en wat ze uh, ja, hoe, hoe vet ze zijn, de beste PC VR bril? Is dat dan meteen PS4 of VR2 of is er nog steeds een andere de Prijskwaliteit. Ja, denk ik dat je wel... Ja, want hij is bij... wat goedkoper dan de... Wat, nou ja, ja echt die headphones. super high-end headsets. Um, we hebben natuurlijk... Ook, ook daar zijn, zijn stappen in, maar je hebt zeg maar headsets van rond de 1000 euro. Uh, daarboven heb je nog een stap die zijn echt 3, 4, 5000 euro. Ja. Uh, die zijn echt heel erg vet, maar dat is, het is onbetaalbaar. Uh, dus zeg maar prijs-kwaliteit, zeg maar rond de 5, 600 euro. Denk ik dat PlayStation VR 2 wel ongeveer het vetste is wat je wat je kan halen. Beter ja. dan de Oculus uh, Quest 2. Ja, um... dit is een beetje moeilijk omdat die Oculus is natuurlijk ook standalone ja, te gebruiken. Ja, precies. Dat is wel vet. Ja. Um, maar ja. uh, het is niet helemaal appels met appels vergelijken, zeg maar. Maar nee. um, ja, het is een hele vette headset. En, en vooral omdat hij OLED schermpjes heeft. Dus bijvoorbeeld een game als Half-Life Alex, die ook best wel donker is, kan echt shinen in die headset. Dus ja, heel veel zin ja. in. Hey, en die Apple Vision Pro dan? Hè? Mm. Dat is eigenlijk helemaal niet een game headset, toch? Nee 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 dat zou helemaal geen... niet voor te gebruiken? Ja, ja je, kan hem, je kan hem daar wel voor gebruiken. Ik zou het zelfs niet eens een VR-headset noemen. Nee, precies. Het is meer AR, toch? Ja, het is, het is vooral inderdaad augmented reality. Je kan er ook wel VR mee doen, maar is het is eigenlijk niet echt voor gemaakt. Okay. Um, maar de resolutie vooral in die, in die Apple Vision Pro is gigantisch hoog. Um, waardoor beelden heel scherp zijn. Waardoor je hem dus juist ook kan gebruiken voor werkdoeleinden. Yeah. Um, maar je kan er ook op gamen. Uh, maar daar zitten wel flink wat haken en ogen aan. Want je, je zit aan het, het Apple systeem vast. Dus ja. je kan niet naar Steam VR en, en die games spelen. Dus er zijn nog maar heel weinig games die dat on, uh, ondersteunen. Um, maar dat is een super high-end headset, inderdaad. Ja, En die kost 3500 euro. Ja. Heb je die Poeh. al uh, opgehad? Nee, die heb ik nog niet op mijn hoofd gehad. Nee. En, 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 ga je dat binnenkort een keertje doen? Als ik ergens kom waar die ligt, zet ik hem natuurlijk meteen op mijn hartjes. Want ik ben zeker benieuwd. Ja. Um, maar wat jij zegt inderdaad, het is niet per se een... Het is ja. niet echt een gaming het is accessoire. Nee, nee, het is um, een gaming, en dus ja. ben ik er ook niet zo hyped over of zo. Um, dus ik, ik, ja, ik ben heel benieuwd. Maar nee, ik sta er niet heel erg om te springen of zo. En 3500. Ik bedoel, ik, ik ben gek in mijn hoofd. Ik wil alles hebben. Ik vind VR fantastisch. Uh, maar zelfs dit, denk ik, nou, nah, ik, ik wacht wel even. <laughs> ja, ja, sowieso, eerste generatie. Het is eigenlijk meer een beetje bedoeld voor ontwikkelaars en zo. Om te kijken wat er mee kan. En, en daar zullen echt hele vette apps uitkomen. Daar had ik het laatst ook maar niet met over van de eerste generatie Apple producten. En dachten van ja, dat is, gaat vaak op voor telefoons en dergelijke. Maar uh, hmm. in het geval van de iPad, die was meteen al de eerste generatie fucking goed. Ik heb een van deze maar Dat generatie. is een grote iPhone, Ja, Een grote iPhone. Ja, Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat, maakt, dat is ook niet zo. Het uh... is wel echt een heel ander product, ja. natuurlijk. En ik weet niet hoe het met de, de hoe heet het? De, de, de iWatch. Nee, zo heet hij niet. De Apple de... Watch. Apple... Mm -hmm. <laughs> die heet dan weer Apple Watch, natuurlijk. Ja, dat is ja. Wel. Uh, Ik weet niet hoe dat zat met die eerste generatie. Maar die waren. Uh... Ja, waren die ja was volgens slecht. mij ook al heel erg klank, inderdaad. Ja. Ja, maar ik weet niet of dat wel, überhaupt ja. nog een ding is. Je ziet maar weinig mensen met, echt, met nieuwe generatie dingen, toch, elk jaar? Nou oh, zo, ja. op die manier. Ja, kijk, die watches die zijn natuurlijk wel uh, best wel populair. Je ziet er uh, ja. best wel veel mensen. Ja, ja maar in. ik bedoel, zitten er heel veel stappen nog in, zeg maar? Heel, gaat dat heel snel? Nee, nou, ja, het gaat niet wel. heel snel, maar er zijn wel stappen in elk jaar. Ja, uh, okay. zeker. Ja. ja, bijvoorbeeld, uh, met de, volgens mij de laatste kun je uh, <laughs> kun je, je menstruatiecyclus helemaal meten. Oh, kijk, dat is goed om te weten. Ja. En wanneer is jouw volgende? Dat, of zit je al in de overgang? In de <laughs> ik zat erop er te wachten. <laughs> ik bedoel, je in het algemeen. <laughs> oh, Niet die van jou of die van mij. We hadden mijn moeder uh, zo'n Apple Watch gegeven op haar verjaardag. Want mijn moeder is echt een soort... Mijn vader was vroeger altijd de man die had de pc's en de ditjes en de datjes. Die was altijd mm -hmm. bezig met technologie. En in de loop der jaren is hij een soort van boeken gaan lezen... Uh, in de schuur aan het werk. En mijn moeder die heeft nu altijd de laatste iPhone. Die heeft nu dus die, die Apple Watch. Maar wat had mijn zusje had die Apple Watch inge... Want zij gebruikt hem dan eigenlijk een beetje als een fitness tracker zeg maar. Zij, mm. zij ja, zij daar werkt heel zij goed wandelt voor. veel en zo. Ja. Maar had mijn zusje hem ingesteld zeg maar op het maximale zeg maar. Dus maximale doelen per dag. Dus mijn moeder heeft echt twee maanden lang gewoon nee, echt ge zich helemaal trainen. het schompes gelopen en gedaan. En zei ze, ja nee, dan, dan wil ik een bed, maar dan heb ik nog te weinig trap gelopen. En dan gaat ze gewoon om, om elf uur s'avonds, gaat ze nog eens een keer tien keer de trap op en neer. Ja, maar die, die, die Apple Watch, die kan je hele leven uh, rulen. Als je de juiste apps erop zet, of de juiste, dat is verkeerde De slechtste, ja, precies. Ja. Die kan die, die helemaal bepalen van, oh ja, maar hey, je bent nu nog niet rustig genoeg om te gaan slapen. En hé, hey, vandaag moet je niet sporten, want je bent uh, mijn vriendin is ook helemaal mee. Wow. Die geeft het echt precies aan dat is jou. Wel heel ver. Ja, ja, precies. Die geeft het helemaal aan van uh, hoe je hartritme is en uh, <grijg> die geeft je gewoon een rustdag. Ja, die geeft die gewoon aan van nee. Gisteren heb je te veel uh, exercise gedaan of te veel. In ieder geval genoeg voor om vandaag even een rustdag te nemen. En het is ook gewoon letterlijk niet goed voor je om vandaag nog te gaan sporten. En, uh, ik denk dat ik hem alleen maar omdoe op een rustdag. <laughs> ik kijk gewoon ochtend, rustig top. Ik hem op. Nee, maar dat is echt super, dat is echt super kut. Want dan, dan ben je aan het einde van de dag, dan kijk je op je stappen tellen... en dan heb je duizend stappen gedaan. En dan denk je van. Oeh, oh, dit, is wel echt, is dit was geen goede ja. dag. Dit was een good day. Even yeah. over kattenvoer gesproken. Oh ja, dat is een prachtige brug. En nee, Jezus. <laughs> Florian, die komt, die komt hier aan. Op de het ging redactie. niet om kattenvoer. Zegt, <laughs> ik heb hier een verhaal. En dat is weer zo'n oh. fluisterverhaal. Nee, het is geen fluisterverhaal. Nee, dat maak jij er weer van. Dat nee, vind ja, jij mooi. Bon. Nee, nou, ik had gehoopt op een fluisterverhaal. Oh, yes. okay, we er, gaan wat... echt van de hak op de tak nu. Dat gaat echt nergens. Uh, oh goed. Um, <laughs> kattenvoer? Ja, nee, het gaat niet om kattenvoer. Het gaat om. Oh. om... <laughs> <laughs> hij maakt een brug naar kattenvoer. Nee, maar daar gaat het om. Het gaat om kattenbakkorrels. Gaat het? Oh, ja, dat gaat om kattenbakkorrels. Maar dat is toch voer? Breek met de me sneeuw. Nee, dat is geen voer. Open. Dat is waar ze in pissen en schuiten. Ah, oké. Okay. Die, die, die ja, korrels dat zou waar. ik niet opeten. Nee, dus. dat is nou, goed. Ik heb, uh, ik heb. Duidelijk nog maar een kat gehad hier. Ik heb vier Minecraft's thuis. Uh, voor de mensen die het niet weten: dat zijn vier uh, uh, oversized uh, 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 zijn die, bijna, bijna big cats. Zijn gewoon bijna tijgers eigenlijk. Mm -hmm. De relatie, kleine tuigen. Uh, die komen wel buiten, maar alleen in de tuin. We hebben de tuin afgezet. Uh, dus verder dan de tuin komen ze niet. En dat betekent dus dat wij kattenbakken hebben, uh, waar ze in plassen en, uh, en schijten. Uh, dat zijn flinke kattenbakken, want het zijn flinke katten. Uh, en elke dag uh, schep ik daar netjes uh, de dingetjes uit uh, in een emmertje. En dan uh, breng ik dat naar de kliko. En dan uh, leeg ik dat in de kliko ik denk ik doe dat ook met een een dat is best wel een klus ik kan me niet stellen ja, holy shit met ben je echt wel okay. heeft het iets met je zoontje te maken toevallig nee oh. <laughs> um, dus uh, ik, uh, ik had dat weer gedaan en je moet je voorstellen dat uh, die kattenbakkorrels die worden heel zwaar als ze gebruikt zijn dus als het, als het zich volzuigt met met wow. vloeistof en, ja, ja. Uh, heel zwaar dus eens in de twee weken wordt die kliko geleegd, natuurlijk, bij ons. En dan is die echt niet te tillen, dat ding. Dus ik moet dat doen, sowieso. Ook als ik hem vergeet, mijn vriendin, lukt het gewoon letterlijk niet. Zo zwaar is die. Er is wel wieltjes onder, hoop ik. Er zeker, het is gewoon een kliko. Anyway, dus vorige week, het was weer aan de beurt. Dus ik inderdaad, ochtends vroeg, ik naar buiten. Dus ik pak die kliko inderdaad niet te tillen, dat ding. Dus ik trek hem een beetje van het pad. Hij staat bij ons in de voortuin, even voor het idee. Hij moet naar de overkant van de straat, ja. En ik, 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 ik til hem van, van zijn plek af en ik denk inderdaad van, ah oh man, het ding is zo zwaar. En elke keer verbaas ik me er eigenlijk over dat die vrachtwagen überhaupt dat ding kan optillen. Het is echt niet te doen. <laughs> dus ik, ik loop weg en uh, ik ben uh, halverwege op de straat. Dus ik moet bij mij de stoep over in de fietspad. Ja, en ik ben ja. halverwege op de straat en er komt een auto aanrijden en die toetert, jongen. En ik schrik met de tyfus en ik steek nog mijn middelvinger op van, wat een idioot. Waarom toet hij je naar me? Uh, en ik loop gewoon door met mijn bak en ik til hem op de stoep aan de overkant. En terwijl ik dat doe, denk ik: Wow, wat een spoor! Hij is best wel licht. <lacht> <lacht> en ik kijk achter mij en ja, oké, okay, die bak was dus zo zwaar. dat gewoon die onderkant, die bodem, was dus gewoon gebroken. Oh! Dus ik. <laughs> dat is echt. Maar waarschijnlijk omdat hij dus uh, zo'n. Uh, een soort zo van mega plastic een, een, een is bultje dat. had aan de onderkant uh, die de hele tijd over de weg sleept. Ik, uh, denk, uh, sleepte ik dan. denk het. Dus uiteindelijk inderdaad, ik geef terug. En, en, en dus, een spoor over de straat, over het fietspad, over de stoep, over de hele fucking met mij En daarom toeten die keren ook natuurlijk, want ja. ik, ik laat echt een ravage jij, achter. En jij je middelvinger <laughs> En ik ben middelvinger ook van, <laughs> van, jij idioot. Super kut. Wow. Dus uiteindelijk... Um, en ik ben echt de eerste die um, zou zeggen, oké, okay, als het een beetje kan, ik loop gewoon weg. Niemand heeft het gezien en klaar. <laughs> maar dit was echt de lage kilo's op straat. Bro. Hoe heb je dat gefikt? Ik heb anderhalf uur gelopen vegen. Oh, oh shit. En, en, en doe, het, wat doe je het dan in? Precies. En dat was ook nog een ding. Ik, ach, ik was eigenlijk meer bezig met schelden en kut en weet ik veel wat. Ik, gewoon weer teruggooien in die bakken ook. Hè? Inderdaad. En, en na drie, vier scheppen dacht ik, ja, lul. Ja, zit er morgen, morgen komt die vrachtwagen, die, die tilt dat ding op oh. <laughs> en dan is het een ravage, jongen. Dus nou goed, uiteindelijk heb ik het bij buurten heb ik aangebeld van mag ik een beetje bij jou erin gooien, een beetje bij jou ja, en een ja, beetje ja. bij jou. Ik heb een nieuwe bak gefixt. Uh, er ligt nog steeds op straat, je, je kan letterlijk niet elke korrel opvegen. Wat lief, wat lief dat je het gevraagd hebt, je had het ook gewoon kunnen doen, zeg maar. Zeker, dat had ik ook kunnen doen, inderdaad. Maar, dat, inderdaad. maar het was echt een bende en ik moest dus echt, ik stond letterlijk ochtends om 6 uur, stond ik gewoon de straat te vegen... Oh, wat een hel. Maar goed, het, toen dacht ik, ik heb mijn portie gehad. Ja, ik, nog een pechdingetje. Echt niet normaal gewoon. Gisteren stond ik te douchen. En gisteren... We hebben gewoon een, een normale douche met zo'n zo douchebak. Uh. Met van die deuren die zitten in zo'n uh, zo rails. Gewoon. Ja, ja. je ja, ja, wat ik ja, bedoel? Ja, ja. Ja, het is helemaal niks fancy. Het is gewoon zo'n zo'n zo cabine. Ja. En um, een van mijn vier katten, die vindt de douche leuk. Ja, te, het, dat heeft mijn kat ook. Het is te gek voor woorden. Ja. Soms dan ga ik douchen en dan... ...gaat hij er net ook nog in... ...en hij vindt het dan mooi dat het water valt... ...hij wordt zeiknat, boeit hem geen reet... ...vindt het geweldig. Anyway, dus nu ook weer... ...beest in, in de fucking douche... ...dus ik ook weer van, oké okay beest... ...dus ik zit die douche aan... ...ik doe de deur dicht, ik draai me om... ...en ik echt... ...baf, jongen, echt... ...op mijn harses, die hele fucking deur... ...is dus gewoon uit die rails... ...gebroken... ...en ligt dus gewoon half op mij... ...op mijn harses... <laughs> Maar die kat die zit dus in mijn cabine. En die schrikt zich natuurlijk, de tyfus. Oh, fuck! Oh, dit is iets vet. Yep, en die oh. gaat als een soort van stuiterbal door die cabine heen. Terwijl ik daar sta, naak natuurlijk, want hey, ik sta onder de douche. Dus ik sta met dat ding in mijn handen, mijn kat te ontwijken en te schreeuwen. En mijn vriendin komt tot op dat moment binnen en die zegt, wat doe je? <laughs> je ziet haar daar. Wat wel perfect begin van de dag. Jezus! Oh, jezus. Nou, ik was meteen wakker. En dat was gisteren? Dat was gisteren inderdaad. Oh, nee. oh man, dus ik moet een nieuwe douchecabine hebben. Want het is echt gewoon afgebroken. Hoe het kan, het is echt niet te geloven. Maar dat kwam dus door die kat? Nee, nee. Die kat hij, brak, hij brak gewoon spontaan af? Ja, ik denk het. Jezus Christus. Ja, man, man, man. Maar oh. dat was echt een ravage. Over kat gesproken. Onze kat oh. heeft een nieuwe hobby. Oh. Dat is nou We gaan het ook over games hebben straks, toch? Ja, ja, okay, ja okay, Heel top, kort even. Ja, ja. Want ik moet het even kwijt cool, cool. Dat was echt het beste moment van de afgelopen maanden. Want uh, mijn... Uh, onze kat heeft een nieuwe fascinatie, dat is namelijk naar een kooi kijken, waar twee van zulke schotte gekleurde ratjes in zitten. Die zijn mm. zo fucking cute. Mijn vriendin heeft uh, spontaan ratten gekocht, want onze vorige ratten waren overleden. Leden. Het grootste toch probleem door, van ratten toch is... Toch niet door de kat, hè? Nee, okay. gelukkig niet. Okay. Het grootste probleem van ratten is dat ze maar twee, drie jaar leven. Ze zijn fantastisch, hè? Super slim, super knuffelig, uh, aanhankelijk, uh, fantastische beesten, maar ze leven maar twee of drie jaar, dus je hebt één keer in de zoveel tijd echt gewoon een... een, een een zeer tragische ontwikkeling dat je ratten niet meer uh, uh, overleven. En nu heeft ze een nieuwe gekocht. En ik, die zijn zo cute. Maar mijn kat die zit daar de hele dag naar te kijken. Want die wil ze natuurlijk yep. hartstikke doodslaan. Yep. Dus we, moeten, we willen ze er ook uithalen. Maar dan goed op de kat letten. Oef. Want waarschijnlijk slikt die in een keer. Yep. Absoluut weg. Ja. Yep. Maar, maar de als, de hele als dag... je zeg maar van die ratten hebt als huisdier. Zijn... Gaan die dan niet ineens, uh, weet ik veel, uh, ergens uh, wegrennen en in de muur zitten? En, uh, <laughs> dat zijn muizen. Nee, dat is niet waar. Nee. Ja, dat doen ratten ook We toch? hebben ze in een kooi zitten. Een, een vrij grote, riante kooi met veel uh, entertainment en eten en <laughs> alle dingen die we ja, nodig En dat hebt. vinden ze zo leuk dat ze En we, we <laughs> halen ze blijven. er ook wel uit. En dan laten we ze gewoon... De, als je een capuchon hebt, dan is het heel chill om ze gewoon in je capuchon te laten... Uh, dus je la moet ze wel heel fitten. erg vrij laten en niet opletten. Willen ze echt ergens een hoekje in kunnen duiken? Ja, en... je gaat ze niet Toch? altijd door, de, door het huid laten lopen. Nee. Want dat kan ook niet, want dan maakt de kat ze binnen drie seconden af. Maar af en toe hebben ze gewoon even. Ze, ze vinden het heel chill om op je schouder te zitten, een beetje te chillen en uh, een beetje uit je hand te eten. Oh, ik, ik, ja, ik, ik zie dit echt totaal niet voor me. Het, echt totaal niet. Ik wil je wel een foto sturen van. Ja, die fucking is schattig, schattig ze zijn, allemaal. Wel. <laughs> het is echt. Het zijn zulke schattige, schattige beesten. Nou, ik vind het echt gewoon vieze beesten. Wat? Oh, oh, dat zijn echt okay. vieze beesten. Nee. nee ja, joh, durf man. je? Het ze zijn. Het ze zijn heel slim. Ze zijn heel schoon. Juist. Ze zijn goed <laughs> durf. Het zijn niet van die fucking Blaschemie. beesten die in de riool tegenkomt. Of op Amster Amsterdam baal Nou ja, dat, 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 dat is mijn ervaring met ratten. Nee. Dus wij woonden, in Friesland woonden mijn ouders, zeg maar, naast een soort van het platteland. Zeg maar, gewoon kilometers aan het platteland. Yep. Op een gegeven moment, toen uh, moest je gewoon de klep op de wc dicht doen. En ja. er iets bovenop leggen. <laughs> Want er was gewoon echt een enorme muskusrat Ja dat zijn wel die die dat Muskusratten echt, die, zijn hele andere beesten die, die, die frat gewoon een stuk van die klep af Om te proberen om er door te komen That's Dat crazy. is een muskusrat We hebben Jesus. het hier over tamme ratjes uh, Dumbo ratjes nog wel Die zulke schattige oortjes hebben Ze zijn nu zo klein dat Het ja. lijkt gewoon op een muisje <laughs> En het uh, uh, wordt uh, word langzamerhand Wordt het gewoon Je gaat nu googlen naar een plaatje geloof ik <laughs> Nee, nou ja, goed. Ik ga dit gewoon nooit begrijpen. Een hond snap ik, een kat. Al iets minder, geloof ik. Ja, nee, goed. Je is ook geen kattenmensen. Wij hebben nu een hond, een kat en twee ratten. En ik heb gewoon het gevoel dat ik zo'n disney prinsesje ben. die allemaal lieve beestjes opgeven. Ja, een beest in huis is fantastisch. Maar jij hebt ook geen hond of zo, toch? Nou ja, goed. Ik probeer het, ja. Het is een beetje lastig. Ik snap de. Ik probeer. <laughs> Mensen wel die een hond hebben en mijn, mijn uh, vrouw die wil echt dolgraag een hond. Dat is ook best en wat En ik elke keer dan denk ik erover na en dan, ik weet dat het haar echt heel veel gaat doen. En dan zeg ik van ja, nee, ik ga wel echt goed, ja we moeten wel echt even goed researchen en ik wil, als we het dan doen, dan doen we het goed. Maar ik ben gewoon een beetje te egoïstisch daarvoor, want ik weet gewoon hoeveel werk het is hoeveel gekut dat op gaat leveren. Als je gewoon even een weekendje weg wil... je kan ja. niet zomaar even een weekendje weg... en je hond thuis laten. Het is laten. een vlinde, flinke verantwoordelijkheid. Hè? Ja, precies. Dus dan denk ik van ja. ja... Maar heb je geen mensen... waar je je hond bij kan uh, achterlaten? Ja, wel. Uiteindelijk wel. Maar is ook weer zo'n gedoe. Ja, I don't know. Ik, ik vind dat gewoon zo'n groot ding ja, ja goed het uiteindelijk vriend... ga ik wel een hond uh, het hebben, is een vriend maar... voor het leven wat ik ja ik heb nu een soort van duurt. ik heb ik heb nu een soort van liefde <laughs> Versenal... met met houden ontwikkeld Jezus. die is gewoon... Gaan... die gaat ook wat je kan hebben met een kat erboven bijna bijna ja. Dat is een andere soort van liefde echt uh, rustig rustig voor jou die ook een... ik zie ik, je al ik het allemaal leuk maar het is <laughs> i don't know it <laughs> het is echt ik ben nu zo'n zo'n eigenaar die zo kom <tus> kusjes geeft aan zijn hond zo gadverdamme. je ja dit is precies ja dit is precies wat ik hond. en maar hebben een hele schone hond hè we hebben schone hond. We wassen hem. <laughs> nee, je stinkt, honden zijn niet schoon. Dat dat echt niet. Ja, als je hem schoon houdt wel. <sighs> wij, wij zorgen ervoor, zodra wij zoiets hebben van ik ruik de hond, dan gaat hij gewassen worden. En dan ruikt hij gewoon lekker. Oh, ik doe man. het zelf. Oké, okay, laten we het hebben video over games. Ja. Rebirth. Ja, hey, Final Fantasy Rebirth. Um, uh, Jiminy96, die, uh, die, die, die liet een comment achter op YouTube. Jiminy, <laughs> als, als jij ook comments achter wil laten, doe dat dan ook zeker. Wij gaan ze natuurlijk bespreken in de comments van de week. Tenminste, als het interessant genoeg is. jiminy die uh, zei ik twijfelde na deze video toch sterk om Rebirth te gaan kopen. Blij dat ik toch de game heb gekocht, want het valt allemaal wel mee hoor. Ik heb het idee dat het allemaal veel erger geschetst wordt in deze video dan dat het daadwerkelijk is. Okay. Uh, ik heb inmiddels ook Rebirth gespeeld. Echt waar? Mm. Heb jij Rebirth gespeeld? Waarom niet? <laughs> Sorry. Ga je schamen. Ik ga door, ja. Echt. Ja. Ja, ja. Ik heb zoveel andere je. dingen te spelen. Nou, het is, kijk, je hebt de performance mode en je hebt de... Uh, graphics mode. De graphics mode. Ja. En je begint standaard in de graphics mode. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, de graphics mode, dat is echt, wat Florian zegt, het is niet om aan te zien. <laughs> het, je wordt gewoon echt misselijk van. Het is gewoon niet prettig. Nee. Het, is, het is behoorlijk vervelend, zelfs. En wat vind en, jij er dan van dat er zoveel reviews zijn die dat geven? Gewoon. Eigenlijk ja, nou, ik denk dat het. Kalm, daar komen we. Ja, dat okay, kan we verhaal. ook. Ja, uh, Echt een naar verhaal. We hadden het vorige sorry, keer natuurlijk al over, zeg maar, een beetje de. De, <laughs> de Switch Boys. <laughs> oh, Bijvoorbeeld, Cody uh, oh, speelt ja. heel op de Switch. Ja, ja, ja. En dat zijn de mensen die het eigenlijk wel gewend zijn. Dit, dit die hogere een tolerantie shit. voor crappy graphics. Ik sprak met Cody over. Cody is helemaal in de zevende hemel met deze game. Ik vindt het fantastisch. En hij zei van ja, maar die graphics mode is niet te doen. Die is niet te doen. Dus, dat zei Cody. Cody, wauw. Dus uh, ja. hij vindt het ook. En jij zei tegen mij, van, en Starfield dan. Mm -hmm. Maar Starfield loopt gewoon prima vergeleken met dit. Dit is echt een soort Terwijl van... Terwijl ze allebei in 30 fps dit draaien. Dit voelt aan als een Dia show. Ik heb gewoon <tacht> niet het gevoel dat dit... Dat dit stabiel 30 FPS is. Nou, dat is het wel. Uh, maar ik denk dat het verschil ligt in. Dat zeiden we net al in Motion Blur. Ja. Um, Final Fantasy 16 uh, deed hele foute dingen met Motion blur. Uh, daar zijn later heel veel patches voor geweest. Uh, en in Final Fantasy 7 hebben ze het er gewoon uitgehaald. Um, en ik denk dat ze gewoon weer die slider moeten doen, zodat je kan kiezen. Um, zodat bepaalde dingen iets smoother worden, waardoor je iets minder dat schokkerige krijgt zeg maar. Zoals ik al zei, het, is gewoon uh, maar het draait allebei de 30 FPS. Uh, Dit is wel grappig. <laughs> Vorig, ja, laten. Ja, moeten we dat er nu over hebben? Maar ik, uh, Dragons Dogma, ja. dat mm. wordt een van de eerste games die daadwerkelijk uh, gaat met een uncapped framerate werken. Ja. En ze gaan niet werken met bepaalde presets. Je kunt gewoon straks zelf slidertjes gaan aanpassen. Ja, maar... om, uh, om, ja, eigenlijk, om eigenlijk aan te geven van dit vind ik belangrijk, dit vind ik minder belangrijk. Ja. Ik vind dat op een spelcomputer moet dat eigenlijk. gewoon voor je ja. bepaald worden, vind ik. Uh, nou, ik maar, nou op... maar dat dus niet. Want ik, uh, nu komen we bij, weer bij Final Fantasy 7 aan. Ik heb dus echt een stuk gespeeld met die graphics mode aan. En toen dacht ik van, oh man. Ik, op een gegeven moment, ik wilde die game gewoon niet meer opstarten. Omdat ik gewoon, ik vond het gewoon niet prettig. En toen dacht ik op een gegeven moment, oké. Okay. Nu is het klaar, weet je? Of, uh, ik, ik ging die berg op, weet je, bij dat dorpje van uh, van Cloud. Ja. En toen dacht ik, nou, nu, nu is het klaar, weet je. Er komt een mooi muziekje, maar het enige wat ik kan doen is een soort van mijn kots binnenhouden, <laughs> zeg maar. Dus ik zet die performance mode aan. los losging waren. <laughs> ik ik ja, zet dus die performance de... mode aan en toen dacht ik, ah. Oh. Oh, hè? ja. Lekker met de cameraatje om je heen kijken. Ja, oh, en toen dacht zo ik van: oké, okay, ja, dit is echt dag en nacht niet normaal. Ja. Maar, maar waarom toen... heb je er zo lang mee gewacht dan? Heb je het niet gewoon eerst even allebei nou, geprobeerd? Nou ja, zo lang duurde het dan ook weer niet. Maar ik, ik wilde gewoon. Ik wilde Wordt een beetje aangedikt hier en daar. Ik, ja. ik wilde eigenlijk gewoon gewend raken aan die graphics mode. Omdat ja. ik gewoon ja. van Florian hoorde: van ja, maar die performance mode is gewoon echt ondermaats qua, 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 qua graphics. Nou goed, ik zet hem aan. Het is fantastisch. Ik vind het sowieso echt een hele vette game. Die opbouw is supergoed gedaan. Uh, maar ja, je ziet wel echt dat het een enorme lage resolutie is. Die wordt geupskeald. Er zit een soort van rare waas overheen. Dus ik begrijp heel goed wat jij bedoelt. Mm. Um, maar ja, dan is de volgende vraag: hoe zwaar laat je dat meewegen? Ja. Hoe zwaar laat je dat meewegen? Ja. En jij hebt hem uiteindelijk een 8 gegeven. Ja. En dat is. Hey, alo met pijn in zijn hart. Moeten we wel ja. even. Want, stel je voor dat <laughs> ja. grafisch perfect zou zijn. Stel je voor dat die was, game grafisch was het dan perfect... Een, een, een perfecte score. Uh, nee, dan was het geen 10 geweest, maar echt, echt, een, echt een dikke 9. Ja, dikke Golden Word. Een, een dikke 9. Beter dan Final Fantasy 16. Ja. Want die, die gaf je 96, toch? Nee. Niet 94? Zo, 92 geloof ik. Ik weet, het niet, ik weet het niet meer. Maar ja, Golden Word. Ja. Oké. Okay. Ja, okay. Dus dat zou ik eigenlijk nu ook een soort van doen. Omdat bij Final Fantasy 16 ging ik er blind vanuit dat het gefixt zou worden. Ja. Dat werd het uiteindelijk niet. Nee. Uh, die dus uiteindelijk die zou je weer. kunnen zeggen, misschien was mijn cijfer te hoog daar. Maar goed, ik had daar de hoop dat het gefixt zou worden. Ja. Nu zie ik een beetje hetzelfde in 7. Er kwam een patch overheen waarbij ze zeiden, nou, hè, we gaan het fixen. Wordt niet gefixt. Nee. Ik geloof niet meer dat ze het fixen en dus heb ik het nee, nu mee. Ze hebben wel weer aangekondigd dat er een patch komt. Er komt zou komen. weer een nieuwe ja. patch aan, ja. Ja, ja ik, ik sta nog steeds volledig achter mijn cijfer. Dit is, het klopt niet technisch. Ik had het met de Florian over dat dit nu zijn The Witcher 3 is geworden. <laughs> ja. Ik hoop dat hij het niet zo lang um, gaat horten als eigenlijk moet je dat, dat, dat van games een standaard aan 88 geven. Ja, precies. Ja. <laughs> de, de potentie als, is als statement, inderdaad. Ja. Yeah. Ja. Want, want uh, ik dacht ook, dat Witcher 3, dat heeft ook tijden geduurd voordat hij helemaal gefixt was. En na Unity was dat uh, de reden waarom ik het wilde laten meewegen uh, zo hard. Een soort, niet dat ik die gereviewd had, maar ik had wel gezien hoe het daarmee ging. En hoe, wat voor belachelijke staat die ja. game was. Uh, ja, maar dat werd de, echt direct een meme. Ja. En, en, en bij Florian heeft zoiets gehad van, nou oké, okay, ik heb mijn les ook geleerd. En... Dus moet ik het de volgende keer wel laten meewegen? Want anders slaat ja. mijn review gewoon nergens op. ik kan het ik kan gewoon niet met een gerust hart. Precies. Uh, dit een dit uh, een weer een volgende woord geven. Ja. Maar andere mensen die hebben daar blijkbaar andere reviews. Die ja, dat Ik moet het wel Wee. zeggen dat op het moment dat je dus die performance mode aanzet, dan denk je wel van, ah, oh, het speelt zo lekker. En de muziek <laughs> ja. is zo leuk. En de muziek het, is fantastisch. Uh, of leuk. Het is niet echt leuk, maar <laughs> heel, mooi, heel mooi. echt ja. super prachtig. Ja. En, en gewoon de, de, de hele opbouwen, de opbouw, de verhaal. de, opbouwen, het gehaal, de, interacties, de ja, precies. De ja, hele alles, fucking productie. Je, mm, mm, je moet gewoon even je, je ogen half dicht doen. <laughs> ja, maar dat is. Het is, is zo jammer ja, bij, bij nou, zo'n game. Ja. Right? Ja. Maar de vraag is: oké, okay, okay, waar ja. is het jammer en waar is het gewoon. It affects the shit, man. Ja. Um, Ork Bama, blij dat hij hier ook eens een keer weer een comment heeft achtergelaten. Die komt met een comment. Die zegt, uh, beste aficionado's van de gaming dialogen. Wauw. In het licht van de oh, discussie shit. rondom de dilemma's betreffende de evaluatiecijfers binnen jullie illustere kringen. Tering, ik vind dit nu al een fantastische commentaar. Ja, ja, uh... Stuit ik op een pragmatische, toch vernuftige oplossing? Nee, nou, nou, go. Heeft u dit door Chat uh, GPT gehoord? Of, uh, <laughs> Wat is dit? Zou best kunnen. Ja. Geïnspireerd door de casussen van titels zoals Final Fantasy VII Rebirth en Final Fantasy XVI. Het concept. Omhelst het toekennen van een initiële waardering op de lanceringsdag. die de game in zijn huidige staat weerspiegelt. Gevolgd door een hypothetische waardering. Oh. die in de recensie wordt vermeld. Oh, oh meteen al. Ah, ja. ah. Deze secundaire beoordeling speculeert over de potentiële waarde van de game. <laughs> mits specifieke mankementen, Heerlijk. zoals technische onvolkomenheden, verholpen zijn. Hmm, twee Zo conclusies. Zo zou, naar Florian's inzicht. Rebirth een, 8 een 80 score op dag 1, maar onder ideale omstandigheden een indrukwekkende 95 kunnen bereiken. <laughs> dus blijf de scores toekennen zoals jullie dat gewoonlijk doen, maar voeg een extra kleine cijfer toe dat pas relevant wordt zodra de geïdentificeerde problemen zijn opgelost. Ja, Het hoeft dus ja, niet ja. voor elke game te gebeuren, maar wel voor die games die potentieel een hogere score zouden kunnen behalen als bepaalde issues verholpen zou zouden zijn. Maar welk cijfer gaat dan, dan met de critic? Dan neem ik aan de, 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 het de cijfer 80, van de huidige staat. Het, het, ja. het officiële cijfer, ja. ja dus dan, heeft, dan is die, dat tweede cijfer is puur. Uh, ja. Ja. Dus dan geef je eigenlijk twee cijfers. Ja. Nou is dat een beetje gek? Maar ik. Deze game. Ik vind heeft... zijn idee niet zo heel gek eigenlijk. Nee. nee, als je begrijpt wat ik bedoel. Deze game. Maakt wel uh, sens. Is een 8 tot en met een 95. <laughs> Ja, het is... Ja, je, dat, mm, een ja. slidertje. <laughs> je moet een slider <laughs> doen. Ja. <laughs> ja, we gaan een slider erin zetten. Uh, ja, ik weet niet, ik weet niet of, of dat per se de oplossing is. Twee cijfers. Maar inderdaad, in, in bepaalde gevallen... Zoals inderdaad bij Rebirth... Zou het, zou het wel ergens sens maken, ja. Om maar dat ja, te doen. Het ding is ook van... Het, het, het belangrijkste van een review is natuurlijk... Dat je gewoon de tekst leest. En uit de context haalt of die game uh, voor jou tof is of niet. Dat staat mm -hmm. een beetje los van het... Nee, dat staat niet los van het cijfer. De dat cijfer dat bevestigt dat en is voor de snelle lezers... en is voor iedereen die niet de ja. tekst wil lezen. Maar uiteindelijk zou je ook gewoon in een linea kunnen zeggen van... hé, hey, uh, ik zou het anders een 95 geven... maar die technische dingen wegen zo zwaar voor mij dat het uh, een 8 wordt. Dat uh, zou je kunnen doen, je. je zou het een soort van in je, in je conclusie kunnen zetten. Dat, ja. dat zou kunnen. Dus in plaats van dat we inderdaad echt twee soort van harde cijfers geven, we geven gewoon één cijfer. Ja. Maar in de, in de conclusie, in het oordeel, kunnen we inderdaad zeggen: van ja, het, het zou dit zijn, mits ja. Ja. in een ideale ja, wereld. Dat kan. Of ja. in een wereld waarin ik minder goed zag, was dit een 95. Ja, precies, als ik mijn lenzen uit doe, dan is het... Uh... Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die spelen bijvoorbeeld op 1440p-schermen of juist op Full HD-schermen, mm -hmm. uh, ook al hebben ze een PlayStation 5. Ja. Uh, uh, of mensen die het totaal geen fuck uitmaken. Ja. ja, maar uh, ik uiteindelijk is dit nog onze zeggen... review, hè. En hij heeft gewoon deze uh, objectiviteit, wat dat betreft. Uh, als een Subjectiviteit, van ik... Stoor me aan de hele slechte graphics. En dus, het is mijn review. Dus voor mij is, weegt, weegt het zo zwaar. En het is ook. Ja. Weet je, wij hebben de uh, personal driven content. of uh, character driven content. Dit is wat ze van ons verwachten. Ja. Het is ook niet dat je het niet uitlegt of zo. Nee. Maar ik moet wel eerlijk zeggen. dat ik zie het heel erg. maar ik merkte wel echt vrij snel. dat ik er gewoon wel makkelijk langs kon kijken. Omdat het gewoon. In de in frame rate mode. Ja, uiteindelijk. Ja. Dat het wazige. Ja, mm -hmm. dat ik op een gegeven moment dacht van ja, maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik denk, ik denk dat, dat, dat daar ook een, een, een stukje bij komt bij mij. Omdat weet je, ik ben zo'n grote fan en ik, ik wil zo graag dat het, dat het, dat het er veel vetter uitziet. Ja. Um, en, en, en misschien ben ik er daarom zo streng op of zo. Het, 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 het komt uit liefde, denk ik. Denk dat ik... ik er daarom zo streng op ben en dat ik er daarom ook ja. zoveel tekst aan heb gewijd. Ja. Um, en het komt ook gewoon omdat, inderdaad, wat jij zegt, we, we zijn heel erg character-driven. Dus mensen die mij kennen, die gingen er blind vanuit: dit wordt een '95, ja. want het is Rebirth en het is Florian, klaar. En dus moet ik, voor mijn gevoel, heel uitgebreid uitleggen waarom dat niet zo is, zeg maar. Ja. Um, en uh, ik, ik denk dat ik dat bij een gemiddelde game niet zo uitgebreid zou doen. Dan zou ik inderdaad zeggen: van ja. Dit, dit klopt er niet aan en dat klopt er niet aan. Ja. Maar dan zou ik het niet zo vanuit mijn passie vertellen. Zeg maar. Het doet pijn als ik naar die game kijk. Maar ik heb hetzelfde beetje met Baldur's Gate 3. Ik heb die game een 100 gegeven, zoals jullie weten. Ik speel hem nu op de PlayStation 5. Ik heb hem op de PC gereviewd. Op een goede PC ook, die hem gewoon goed kan draaien. En op de PlayStation 5 had ik het waarschijnlijk geen 100 gegeven, want ik vind hem echt. Ja maar, ja, maar wacht even. Technisch. Dat is een hele andere discussie. Als deze game was uitgekomen, ook op de PC. Ik nee, maar dan... stel, stel, ik had de PC-versie nooit gespeeld. Ik had hem gereviewd op PS5-versie. Er was geen betere versie dan dat, bedoel ik. Oké, okay, ja. Dit, dit was de versie die ik gespeeld had, die mm -hmm. ik gereviewd had. Ik heb niet gekeken naar een andere versie. Of die bestaat niet, whatever. whatever Wat maybe. zijn de dingen die je niet zo goed... Screen tear. Uh, ik vind de framerate niet stabiel genoeg. Helemaal niet in de stad. Ik vind... Uh, de, ja, de, de, gewoon hele... De, Basale grafische dingen werken gewoon iets minder soepel. Het ziet er minder mooi uit. Stukken minder mooi. Op mijn scherm in ieder geval. Het kan ook met mijn scherm te maken hebben natuurlijk. Maar ik vind die, die PC Gleam die die heeft. En dat echt dat, dat super gedetailleerde. Dat heeft hij gewoon ik, niet zo. Ik, da ik, ik, dat ik, dat ik, is scherm speel je op dan? Ik heb een. Uh, wat heb ik? Uh, volgens mij wel Florian beter. Ik. <laughs> ik heb een. Je uh, hebt zo'n Predator 34-inch. Maar ik niet zeggen. Nee, op de PC. Ja, maar op de. Mijn televisie is een. CX? C, nee, C8. Maar screen ter, kan dat zeg maar game gamesite zijn dan? Ja, ja. Oké. Okay. Dat, dat, niet sure. Dat kan. Heeft te maken met, met de, met de framerate. Ik dacht dat dat gewoon niet bestond op, uh, op consoles met een goede tv, met, de, uh, met VRR. Als de, een game dat niet ondersteunt... Zoals Baldur's ja. Gate. Dan ah, okay. kan dat ja, maar kan het, kan, dat, kan, dat kan niet liggen aan een slechte HDMI-kabel of zoiets, toch? Ik nee, nee. Het, nee. Nee. nee, het is gewoon die game. Ik, uh, die, die, die screen tear is... Uh, het is niet super erg, maar het is wel zo'n streepje, echt op oh, dezelfde plek okay. elke keer. Ik denk, hey. En ja, dat, 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 dat haalt ook best wel van, veel nee. van de beleving voor mij af, weet je. Dan heb ik ook zoiets van, ja, maar ik heb überhaupt het gevoel dat ik niet de ultieme versie van de, de game aan het spelen ben. Nou, dat, dat speelt natuurlijk ook ik, mee. Ik, ik denk ook dat we soort van goed moeten uitleggen dat we begrijpen allemaal dat een PlayStation 5 nooit zo mooi eruit kan zien als een high-end PC. Nee. Dat is niet de issue. Nee. De issue is optimalisatie voor het systeem waarop die game uitkomt. Ja. Um, en daar en dat mogen is er maar, we... maar één. En <laughs> in dit geval is dat er maar één ja, en? inderdaad. En daar ja. mogen we over bitchen. Ja, nee, maar dat zeg ik. In mijn geval, als Baldur's Gate 3 alleen op de PS5 was uitgenomen, ja. had ik dat zeker laten meewegen, zeg maar. Ja, ik, en ja. op de PC is het een 100, maar mocht ik dat niet weten, dan had ik het zeker zwaar laten meewegen. Een als review. het je irriteert tijdens ja. de ervaring van de game, ja. dan moet dat meewegen in het cijfer, denk ik. Ja. Maar goed, er en... zijn dus heel veel reviewers die het daar eigenlijk niet mee eens zijn en die het niet eens benoemd hebben zozeer. Uh, ik vind dat wel gek, maar dat is ook een beetje een soort van. Uh, over, uh, de, de, het grote probleem vind ik op Metacritic op gamesgebied op, uh, filmcritici zijn echt wel kritisch die hebben echt, films gaan altijd van 2.0 tot en met 100 zeg maar op, op Metacritic, eigenlijk heb je bijna geen games die lager dan een 7 gemiddeld krijgen, omdat uh, mensen super vergevelijk zijn in, in, in reviews van games, heb ik het idee zo van, elke idiote game heeft wel een 100, er is altijd iemand die het een 100 vindt uh, lager dan een 6 scoort het bijna niet. De alle slechtste games halen soms een lager dan een 6. En dat is echt een golem of zo. Want dat is de unie. Iedereen, iedereen, Precies, iedereen, op aan het iedereen weet dat het bagger is, inderdaad. Ja, ja, en dat is dan ook helemaal geen risico om dat een laag cijfer te geven. Want ja, iedereen doet het dan een beetje van tevoren. Maar ik heb het gevoel dat, dat er heel veel, zeg maar. Veilige cijfers worden gegeven op, ja. op, op, op ja. games. Dat minder een consensus Ze durven niet. Zo, ja. Of zo. ja, bijna alsof je rekening houdt met van oh, wat zal het gemiddeld halen? Metacritic. Ja. Oh, ongeveer dat. En ja. dan ga je daarop op, op in, ja. uh, in haken. En dat, ja. dat is eigenlijk niet een heel erg veel. Ik, ik vind, oordeel, het, ik vind ik. het sowieso in, in het geval van deze game vind ik het sowieso vreemd, eigenlijk. Ik heb heel veel reviews gelezen ook. Um, en er zijn best wel wat reviewers die er wel wat over zeggen, maar er vervolgens niks mee doen in het eindcijfer. Dat kan natuurlijk, omdat ze dat gewoon minder zwaar vinden wegen dan jij. Zeker, en dat is ook een beetje een leerproces voor mij, want ik heb ook heel veel reacties hierop gehad. En er zijn een aantal die zeggen inderdaad van, ja, maar ik heb de demo gespeeld bijvoorbeeld. Ik heb geen idee waar jij het over hebt. En dat is fair enough, weet je, dat is prima. Maar ik heb ook heel veel mensen die zeggen... Vraag je dan ook wat voor tv je hebt of zo? Nou, zo ver ga ik niet. Maar er zijn en ook wat veel wat je sterkte. <laughs> ja, precies. Er zijn ook veel mensen die. We zien hier in het jaar wel zegt. dat ik heel diep ben ingegaan op het hele tech gebeuren. Um, en ik, ik denk ook dat het steeds in, belangrijker wordt. Um, ook met inderdaad high-end TV's die we eraan hangen en weet ik veel wat. En ja. zeker van zo'n game, zo'n triple A-game die weet ik voor hoeveel honderd miljoen kost om te maken verwachten ik meer. Uh, en wat ik jammer vind is dat uh, sommige reviews die zeggen het ook wel in een review. En vervolgens geven ze net alsnog een, een, een 95. Dus gemiddeld staat die game nu op 92. Square ja. heeft ook, daar ook op gereageerd. Van nou, hè, ons, ons doel was 90 gemiddeld op Metal Het is gelukt. Dankjewel. We zijn allemaal blij. Vervolgens heeft eigenlijk niemand ze dus verteld van joh, technisch eigenlijk kan dit niet. Nee. Um, dus bij Square zeggen ze: Mooi. We gaan door aan deel 3. Op dezelfde eh, voet. Op dezelfde voet. Zelfde engine. Die komt over vier jaar uit. Ja. ja. Ik vind het jammer. Ik vind het jammer. Dat... Er zijn geen, uh, ja, er zijn geen um, consequenties. Er zijn geen consequenties. En, ja. en als, ik het, als ik het fout had gehad, dan was ik ook de eerste die had gezegd. Hey, I was wrong. Ja. Um, ik kijk er verkeerd naar weet ik veel wat. Um, maar de technische gasten van deze wereld, dus IGN die heeft een hele uh, performance review gedaan. Um, waarin ze alles onderstrepen wat ik ook zeg. Um, maar ze hebben die game een negen gegeven. En ik... Huh? Uh, uh, Digital Foundry die onderstreept heel erg wat ik zeg. Um, maar die game staat gemiddeld 92. Ik, ik snap het echt niet. Ik sta volledig achter mijn cijfer. Het is een fantastische game. Echt een van de beste games die ik ooit heb gespeeld. Maar technisch is het gewoon niet goed. Ja. Klaar. Het zijn ook industry leaders, right? Die hebben een soort van verantwoordelijkheid. Zo van... Hé, hey, we moeten de technische kant van games ook verder brengen. Uh, niet alleen... De ja. Ja, verhalende. Ik bedoel, ja, ik, ben, ik kan er eigenlijk ook niks over zeggen. Want ik ga het ook helemaal niet spelen. Je gaat niet spelen? Nee. Nou ja, ik heb de, ik heb, ik, ik heb de remake kort gespeeld, <laughs> echt een paar uur of zo. Ja. Uh, maar ja, ik, ik, het, op een of andere manier, misschien ga ik hem aanslingeren, maar ik kom nooit door het begin van Japigeese meer heen, man. Ik, ik, ja, trek... dit begin is makkelijk doorheen te komen. What? Ja, maar ja, dat is ja, al. Ja. Eigenlijk de eerste scène. Ik ben uh, meteen wow. in de war. Ja, wow. What the f.? Ja? Yeah. Beep is going on here. Ik ben echt in de war. Ik snap er geen reet van. Wat... Hoe, 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 ver, hoe ver ben je nu? Qua uur, zeg maar. Wo ja, Waar zit je? Niet, niet lang. Oké. Okay. Nee, maar ik, dit, afgeleid door mijn deze die, game uh, ga je toch niet spelen als je Remake niet uit hebt gespeeld, neem ik aan? Ik bedoel, dat is toch niet... Dat, ik heb dat Remake niet uitgespeeld, maar ik heb Final Fantasy VII vroeger wel helemaal gespeeld. Ja. Ah, ja, precies. Ja. Okay. Ik, ik zou hier niet... Ik heb Final Fantasy VII nee. dus ook maar een paar uur voor. Maar ja, maar, maar je, je, kan, kan, als je, eerste je krijgt je. gewoon de story so far, krijg je heel netjes ja, gewoon dat, al dat uh, voorgeschoteld. En ik heb uh, wat video's gekeken. Um, maar ik weet nog, bijvoorbeeld nog steeds niet wie die Zack nou eigenlijk is. Ik weet dat hij in Crisis Core is. Crisis Core heb je nooit gespeeld? Nee. Advent Children nooit gezien? Nee. Ja, ik heb niet ik ga niet de tijd hiervoor vinden voor een uh, RPG van 100 uur. Nergens. De, de, kijk, onder die, kijk onder die tafel ligt daar 100 uur voor me. Ik, ik denk het niet. Dat gaat niet, gaat niet gebeuren. Waar, Waar heb je wel tijd nog, voor, Wout. Ik zou nog eerder Infinite Wealth gaan spelen, trouwens, denk ik. Fantastisch ook. Dit zou ik eerder gaan spelen. Oh, ook omdat het, het weer zijn. meer losstaand iets is. En omdat ik naar jou vooral Toegankelijker van... dan, dan Rebirth. Uh. Voor een, een niet-fine event. Ja, ik spel. heb nog nooit de Jaco Cusa gespeeld, dus... Uh, ja, ik heb wel een paar keer. En, uh, maar over, over langzame intro's gesproken, dan moet je niet Infinite Wealth gaan spelen. Oh, je okay. bent echt de eerste tien uur... Ben je echt, oh, van, van wat? Ja, daar ga je al. Uh, in Final Fantasy 7 kom je wel echt. Ja, zo, uh, de, cone, ja, je komt er echt rollend binnen. Zeg ja. Ik heb, heb zo'n lijstje van JPG's die in een, in een perfecte wereld, als ik uh, werk veel, een sabbatical heb, zou gaan spelen. Uh, is het zeg maar uh, Final Fantasy 7, uh, remake, whatever. Op 3. Daarna Persona en daarna Infinite Wealth. Dus Persona 5 heb ik ook nog steeds niet uitgespeeld. Ik vind dat ik die uit moet spelen, omdat ik Persona 4 helemaal kapot gespeeld heb. Maar het uh, lukt me gewoon. En Persona 3 dan? Ja, die heb ik ook gespeeld, ja. Maar niet uitgespeeld, maar die heb ik wel heel ver. Oh, maar. het origineel zeg maar. Niet, niet de nee, de Reload, HD. nee, het origineel. Op oh, de PSP ja, heb ja, ik nog gespeeld. Ja, Reload uh, wil ik aan Of aan. dat ja. was niet het origineel, want dan kwam op de PS2 uit, maar de PSP-versie heb ik gespeeld. Ja. Waar ik wel tijd voor heb, ja. Hoor. Waar je het wel tijd oh, voor hebt, wat heb je gedaan? Ik, heb, uh, ik, uh, ik zat een soort van half te klagen over deze puur... dat ik zoveel te spelen heb. En het is natuurlijk een uh, bullshitklacht. Het <laughs> gaat nergens deze over. Deze mannen, echt. Het uh, ik, 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 is een wilde. Uh, ik, ik geniet uh, met volle teugen van je, je, deze puur. Je kiest dat ook zelf, hè? Dat moet je er even bij Absoluut. Ja, ja, dat is zeker <laughs> volledig mijn choice. Nou ja, ik moet gewoon een... een, een een bepaald aantal pagina's zelf schrijven om zeg maar rond te komen. En uh, in dit geval greep ik vrij snel naar de reviews. Eigenlijk moet ik dat dan niet doen, want ik kost veel te veel tijd. Maar er zijn gewoon heel veel interessante games voor mij die uitkomen deze maanden. Uh, en ten eerste ik moet wel is. Ik zou zeggen dat dit is wel, we zitten nu wel echt in een soort van slamp. Vind je? Ja. Holy shit, ik er niet. <laughs> echt totaal niet. Ja dit, ja, dit is een stuk... een slamp. Ja, nee, mijn uit, maar nu duurt het. Echt ja, nee, maar zo. waren echt hele grote triple a titels wel, ja. Maar er zijn heel veel soort van rare niche-titels waar ik heel goed op ga, momenteel. Zoals <laughs> bijvoorbeeld uh, uh, Ar uh, Ar King Arthur uh, Night's Tale. Wat echt okay. eigenlijk best wel een crappy turn-based game is. Uh, die heb ik al op de PC best wel veel te lang gespeeld voor een ook gespeeld stukje. Er is nu een PS5-versie van uitgekomen. Ik heb binnen weer helemaal opnieuw gaan beginnen. Op een makkelijkere moeilijkheidsgraad, zodat ik er snel doorheen kwam. Uh, veel te veel uur gespeeld, echt wel 12 of zo. En toen kwam ik er uiteindelijk achter van: oké, okay, um, een turn-based game op Easy vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Het is veel te makkelijk. Het is gewoon, er is geen uitdaging. En de, als er geen uitdaging is in een turn-based game, dan vind ik het eigenlijk niet meer leuk. Maar dan, er is, is een verschil tussen Easy en normal, hè? Ja, ik heb hem op normal, ja. Dus eigenlijk gewoon ja. de normale moeilijkheidsgraad. Maar voor, voor mij... hem is dat Easy. Hij speelt alles op hard. Nee, nee, maar voor turn-based game. Ik heb vergeten. <laughs> ja, ja, hij had dat nog niet echt gezegd, maar uh, ja, impliciet inderdaad. Komt nee, wel nee, bedoel... naar Nee, maar helemaal het geval van turn-based games. Als, je die, uh, als die te makkelijk zijn en er zit geen uitdaging in, dan ben je gewoon door de motions aan het gaan. Van, oh, ik zei, je daar niks Dan is er geen spanning, weet je. Er is geen... En als turn-based battles niet spannend zijn, dan is het gewoon letterlijk poppetjes ergens neerzetten en een beetje slaan. Hmm. Right? Mm -hmm. En dat vind ik dus ook vaak het probleem van JPG's. Geen je probleem. hebt een turn-based battle, die zijn meestal makkelijk. Meestal aan het begin sowieso, weet je. Die worden pas op een gegeven moment ingewikkelder en moeilijker. Ja. Maar de eerste fucking 20 uur of zo ben je gewoon... Uh, uh, in, uh, I don't know, ik, uh, dat voel ik niet. Dus dat was uh, uh, Arthur and Nightsteel. King Arthur and Nightsteel. Ik vind het nog steeds een leuke game. Moet je wel op hogere moeilijkheidsgraad gaan spelen. Wat het beste is van die game is dat hij echt een soort van een zwoele, erotische soundtrack heeft. Sorry? Een soort van... Een erotische soundtrack. Ja, het is Een het... Marvin Gaye-stijl. Een beetje... Nou, oh. dat, dat niet, maar... <laughs> ja, er zit geheim in. het zit letterlijk een soort van... Een beetje Charles Aznavour. Mm. Het heeft het super atmosferische, uh, hele goed. Ik ben even daarna van de naam vergeten van de composer, maar die, het echt super chille soundtrack. Een van de grootste redenen waarom ik die game zo lang heb volgehouden, is omdat ik mij elke keer weer verheug om naar het... Zeg maar de hubwereld te gaan waar echt de chillste nummer ever speelt. Wat ik vroeger ook met Mass Effect had, bijvoorbeeld ook gespeeld trouwens. Mass Effect 2, uh, maar daar kom ik straks even op What? terug. Ja, nee, dat is echt uh, een heel weird uh, verhaal. Maar nee, niet heel weird. Gewoon een rare samenloop van omstandigheden. Um, wat ik nu heel erg hard in zit, is Sons of the Forest. Echt oh. heel erg cool. Ja, daar ga ik ook de review van doen als, uh, als het goed is. Dat dus hij uh, nu online. De, de Forest 2, toch? Ja. Uh. ja wel grappig ja. want ik had deze dus gespeeld de forest omdat jij uh, het over Green Hell had ja hm. en toen uh, dacht ik jouw advies op te volgen in plaats daarvan had ik de forest gedownload en die gespeeld ik zei van ja, dit, uh, ja dat had een leuke game en jij zei van uh, ik, ik een paar dingen uitleg van wat er gebeurde jij zei, je staat Hé? er nog iets van bij maar dat is dan, niet ja. de game dat oh. is niet Green Hell ik zei wat? Green Hell <laughs> <laughs> maar eigenlijk is, is dat allebei is het een survival game uh, de ene is in een forest de andere is in de jungle uh, er zijn wel grotere verschillen ja. natuurlijk, maar dat is uh, dus ja, Green Hell weer... is wat meer hardcore, zeker. Ja, de Forest is ook niet makkelijk, man. Jezus, dus ik weet niet. If, ja, hoe... maar als nee, je dat klopt, maar ja. bij de Green Hell heb je een heel hele strakke loop, zeg maar qua levend blijven. Ja, precies. Ja. Uh, en in dat gedeelte alleen al is eigenlijk een dagtaak. Ja. Je hebt eigenlijk geen tijd voor andere shit. Nou en in dus Sons of crazy, the Forest yeah. waar ik, die ik nu echt vol aan aan spelen ben en waar ik ook uh, best wel hard op ga moet ik zeggen, ondanks heel veel de redenen waar waarom het best wel een technisch crappy game is en ook oh, yeah. een frustrerende game. Punt aftrek. <laughs> ja eigenlijk wel. Nou, eigenlijk ja, op zijn minst een punt aftrek. Oh, maar shit. dat komt ook omdat het janky is. Je kent het wel. Ja, 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 ja. Um, gewoon, ik heb bijvoorbeeld een vijand gehad. Die ik eigenlijk nooit had kunnen, aan, uh, 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 kunnen doden. of Tenminste, dat had me super lang uh, waarschijnlijk geduurd voordat ik die dood had gekregen. Maar die bleef gewoon letterlijk na een sprong in het plafond hangen. En kon niet meer bewegen. Waardoor ik. Pling, pling. Allemaal, <laughs> allemaal pijltjes erin joeg. En, en ze er ook weer uit kon trekken. Zo. Oh nee! <lacht> <lacht> dus mijn pijlen waren op. En ik trok ze er gewoon weer zo uit. En hij zo. Uh, Probeerde me uh, zo te slaan. Niks aan de hand. Dat, dat soort dingen, weet je wel. Het is. Hij is uit early Access, maar hij voelt eigenlijk alsof hij nog in early Access zit. Maar het is wel een super spannende game. Omdat je het is een survival game. Je kunt dus een basis gaan bouwen en al die dingen. Maar het belangrijkste is dat je echt op expeditie gaat als je gewoon echt het verhaal. en dan zeg ik verhaal, want het is een light narrative. Um, uh, wil meemaken dan moet je echt op expeditie gaan. Maar er is wel er is vette mysterieuze shit gaande. Ja. Het, he, het heeft een beetje de lost vibe. Ja. Uh, of oh, okay. niet de lost, maar Lost, lost die serie. Ja. Uh, want er, is, er zijn geheimzinnige dingen aan de hand op dat eiland ja. en je uh, uncovert langzamerhand de mysterie van wat er gaande is en je Iets komt met echt nummers. Nee, nee, dat nee, Nee, dat, dat, niet. dat, uh, nee. Nou, nee. Nee, dat niet. Maybe? Nou, in ieder geval coördinator, dat is sowieso. Maar dat is gewoon een plek waar je moet zijn, natuurlijk, op het eiland. Um, maar er zitten ook echt fucking best wel nasty ass monsters, kom je tegen. Een soort van uh, halve Lovecraftian, misbaksels, een soort van uh, super misvormde mensen, kannibalen, echt, echt best wel ranzige beesten. Mm. Um, de combat die je daarmee moet voeren vind ik super frustrerend. Want ja. wat ik net al noemde, weet je, dat is een van de voorbeelden waardoor het. Nou, dat was dus niet frustrerend, maar aan de andere kant, het is niet bepaald soepel. Uh, je moet ook echt heel erg dom rondspringen en je hebt niet echt een rol. of erg een co-op, toch? Dus samen. Overleden. Oh, dat is heel In tof. Ik heb het best wel veel co-op gespeeld en het survival gedeelte is heel leuk om co-op te doen. Je kunt lekker samen uh, dingen bouwen en, uh, maar die expeditie, ik heb. Op een gegeven moment had ik een shovel nodig. Je hebt heel vrij snel nodig, want je moet op zoek gaan naar uh, je crew. Je stort neer met een helikopter. Je ja. moet op zoek gaan naar de andere mensen die, zeg maar, ook op het eiland zich bevinden. En daarvoor heb je van die GPS-locators. Ga je dan naar op zoek? Dan kom je al vrij snel op het probleem. Oké, okay, deze uh, gast is blijkbaar dood, want die ligt in de grond uh, in een graf. En ik heb een shovel nodig. Een schep voor Nederland. Ja. ja. En dan denk ik van, ah, oh, die kan ik wel craften, weet je? Maar nee, zo simpel is het niet. En het, het, nou, uh, ja, dacht je dat het echt makkelijk was? <laughs> je kan niet zomaar een schep maken. <laughs> nee, blijkbaar <me> niet. Ja. <laughs> Ik laat dat je hier moet... een week achterin dat dat Heb je nog geen schep hoor? Heb je nog geen schep hoor? Nee, je kunt niet zomaar een schep craften. <laughs> het, het avontuur om in Sons of Forest een schep te krijgen is echt. Van epische proporties. Je hebt echt meerdere dingen. Het heeft een soort van metroidvania-achtig ding... dat je eigenlijk... Je komt op bepaalde caves... en dan kun je alleen maar verder komen als je... Bijvoorbeeld... Um, hoe heet zo'n ding? Uh, zo'n touw waar je oh. aan kan... Ja, uh, zipline. Ja. Yes. Als je een zipline hebt... kun je alleen maar verder komen. Uh, in andere grotten kun je alleen maar verder komen... als je onderwateruitrusting hebt. Een duikpak. Um, in een bepaalde grot kun je alleen maar verder komen... als je beide hebt... Uh, het verkrijgen van die twee dingen is echt zo'n mega avontuur door een, een, een super lange grot heen. Door, um, je moet ontzettend okay, lang je, je zoeken. Je hebt dus een duikpak voordat je een schep hebt. Ja, dat, nou, nee, dat, kun, dat ligt eraan. Ja, nee, wel. Ja, sowieso. Serieus? Ja. ja. Je kunt niet... Oké, okay, ik zou denk ik wel eerder een schep eerder hebben een gemaakt een sche dan ja. een duikpak. Ja. Nee, nee, nee. Maar je maakt ze niet. Je vindt ze gewoon. Dat is de oh, uitrusting okay, okay. die je vindt. Je ja, kunt ja. niet zelf een duikpak maken. dat, nee, uh, nee, dat zou is gek zo zijn. heel dapper geweest zijn. Ja. Maar een schep dus blijkbaar ook niet. Maar het avontuur dat ik mee heb gemaakt om die fucking shovel te regelen... is echt volgens mij een avontuur van 15 uur of zo. Door oh, hele lange uh, grotten heen. Met allemaal vijanden bevechtend. Um, mezelf helemaal goed uitrusten. Met allemaal shit om te zorgen dat ik niet sterf van de kou, sterf van de honger, terwijl een, sterf van het slaapgebrek. een schep eigenlijk een van de eerste dingen is in de meeste survival games ja. die je hebt. En in dit een, geval... Een, 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 een bijl of ja, een, een schep, sis. weet je? Dat zijn de eerste dingen die je dan vaak ja. hebt. En in dit geval ben je al een mega-avontuur doorgegaan voordat je überhaupt een schep hebt. En met die schep kan je ook veel, want dan ontdek je opeens onder de grond uh, hatches waar je doorheen kan en dan kom je weer in een of andere mysterieus uh, food plant of een uh, entertainment hall en allemaal... Je, kunt, uh, je komt allemaal zeg maar, um, zeg maar, dingen tegen die vroeger op dat eiland zich bevonden. Want het was, ja, eigenlijk moet ik dat al niet vertellen. Dat is eigenlijk al een spoiler. Precies, ja. maar je ontdekt steeds meer geheimen onder het eiland, zeg maar. Oh, okay. het, het bevindt zich heel veel onder het eiland. Uh, en wauw, ik heb ach, al zoveel meegemaakt en al zoveel frustratie meegemaakt in deze game en zoveel avontuur en zoveel survival. Het, het is echt een, best wel een heel vergie. Het is iets van 40 uur, in zit al, als ik je zo. Uh... Dat het hele schep vooral al 16 uur duurt. Ja. <laughs> ja. En ik heb ook nog heel veel uren co-op gedaan. En dat was voornamelijk was ik bezig met bouwen en ja, zo. Ja. Maar dat eigenlijk is dat niet eens zo heel erg belangrijk. Weet je, het is handig om een basis te hebben, maar aan de andere kant is het nadeel dat je steeds weer een pakken en terug moet lopen naar je basis als oh, je Fast travel bent. zit er niet in. Er zit geen fast travel in? Oh, de, je hebt wel voertuigen. <laughs> dat is ook een heel ding. Really? Uh, ja. Wat? Wat dan? Golfkarretjes. Ik moet wel uitkijken dat het niet spoilers zijn. Ja, want precies. een ander voertuig is dan weer een spoiler. Nee, een... ja, wat ben... is nou het verhaal van het eiland dan? Het, het, ja, is, het is, ik dacht het... dat het gewoon een onbewoond eiland was. Nee, maar het ja, is, is, een... nee, het, het nee. is los Het is iets gaande. Ja, maar we ja. kunnen niet vertellen wat, hoor nee, nee, Het is gewoon een bewoond eiland. Of het was bewoond. Ja, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Het was ooit bewoond en nu... En vervolgens hebben ze over alle gebouwen een laag modder gegooid. Daar kan je alleen maar bij als je met een schep hebt. Juist. Maar je moet je voorstellen, het is niet Heel raar. Het is niet een ja. mega uh, verhallend zwaar spel of zo. Af en toe is er een, 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 een scripted scene. En af en toe ja. vind je een papiertje waar wat informatie op staat. En die zijn ook hele korte teksten altijd. Of het zijn gewoon alleen plaatjes. Dus het is niet... Je moet het een beetje uit de context halen. Net zoals in uh, heel veel Souls-likes... Dus het is niet, je bent niet urenlang naar cutscenes aan het kijken of zo. Je bent niet uh, um, met characters überhaupt aan het praten. Want al die kan die er zijn en al die freaks die ja. zijn allemaal. Uh, die kunnen niet praten. Die kunnen ook niet balen. Nee. <hums> nou klopt. Die zijn unable to bal. Ja. Um, <hums> <hums> maar het uh, blijft fascineren. En, en de, 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 je, hoe, hoe je langzamerhand steeds nieuwe dingen ontdekt. en hoe het je bezighoudt om, om uh, zeg maar op zoek te gaan naar nieuwe. Upgrades voor je wapens. En je hebt je hebt ook een rugtas en die stal je dan uit en een shitload aan spullen. Oh ja, 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 echt mega veel shit heb ik al inmiddels verzameld en dat heb ik ook nodig, want anders overleef ik die barre tocht uh, helemaal aan de andere kant van het eiland over bergen en door de sneeuw en uh, over rivieren. Overleef ik helemaal niet. Wel cool hoor. Het is, het is wel, wel tof of zo. Ja, wat uh, echt heel vet. Uh, uh, wat zou je het geven dan? Ja, ja, ik zit nu die te denken. Een dikke min uh, vanwege de. Ja, weet je, die <laughs> jankiness overkom. vind ik echt ja. wel kut. Dat, dat hele. Het is nog steeds. Het voelt niet als een. als een. Uh, een, een game die af is. En er, zi er zitten ook dingen in. Zo bijvoorbeeld. Mijn pan was op een gegeven moment zomaar verdwenen. En een pan is super belangrijk. want dan ja. moet je mee koken. Ja. En de duurt best wel. Die, die kun je ook niet op een specifieke plek ergens vinden. Die moet je met mazzel ergens tegenkomen in een kamp. Ja. Uh, ja, dus dat die dat was een beetje verdwenen. Wat zeg je? Was het een, een woordgrap? Je kan dat een lulletje Ja, het was wel een, een woordgrap, En ja. um, uh, bijvoorbeeld, soms kom je in, in, in grotten en dan uh, is er gewoon letterlijk niks in te halen. Dat je echt denkt van, mm. gast, don't waste my time Beetje like Beetje Starfield is. achter. <laughs> Bedoemd. Ja hoor, daar is die. Ja, nee, dat vond ik in Starfield ook niet leuk. Nee, als ik dacht van, wauw, een grot. En dan loop je daar een tijdje rond en denk ik van, heb ik iets gemist of zo? Ja. Yeah. Is er nou letterlijk echt niks in deze fucking grot? Ja, Starfield. En uh, dat, is, dat is ook regelmatig is Dat, voor gevallen dat is wel een... realistisch trouwens. Ja, sommige grotten hebben ja. gewoon niks. Nee, dat klopt. Dat wel waar. Ik, ik, ik zag vandaag een filmpje over een familie die was uh, een beetje aan het, uh, op Thanksgiving waren die een grot in aan het uh, spelunken, zeg maar. Oh jee. En die, in die, uh, en, en die vader, die, die, die raakte klem. Oh jee. En die is ook niet meer losgeraakt. Die is gewoon daar na 37 uur overleden omdat die klem uh, kwam te zitten in een fucking grot. er oh, is ook een dude die dat oh. 27 uur heeft gedaan en toen zijn arm heeft afgesneden oh, en ja. het overleefd heeft. Wat? Er is ook the the een film van. Wat? Maar ja, wat bezielt je in helemaal. Oké. Oh. Oké, okay. hey, maar, okay, maar uh, uh, hey, je bent al, uh, uh, ben je al uh, ver? Ja, dat is echt uh, wel ver genoeg om een cijfer te geven. Ja, maar dat is dus het ding. Die, die game uh, die sleept me steeds verder dieper erin. En uh, aan het begin dacht ik gewoon of van. het is dus nee. 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 <laughs> nou jawel, jawel, jawel. Ik denk nu, ja, ik ben oh, nu echt wel ja? ver genoeg om te zeggen: van, Nou, ik vind het echt een fantastische ervaring en uh, ik zou het dan heel veel mensen aanraden. En ik vind en het even... Ook als je, als je singleplayer. Uh, Absoluut. Ja, ik heb de meeste tijd singleplayer uh, gespendeerd. Okay. Uh, en, en helemaal, ik vind het een van de betere survival games die ik tot nu toe gespeeld heb. Ook omdat het survival aspect aan de ene kant optioneel is, maar ook niet. Maar het hele bouwen van hutten en al die shit, dat, dat hoeft in principe ja, okay, niet. Dat, dat, dat uh, maar, maar je moet wel bepaalde d -d dingen doen om te overleven. Maar al die grote uh, gebouwen en dergelijke, en die grote crafting mogelijkheden, die heb je niet mm -hmm. nodig om verder te komen in principe. Maar goed, dat, dat, dat zou kunnen dat je dat eind op het einde opeens nog op een of andere ra rare twist nodig hebt, maar dat lijkt me sterk. Uh, maar ik vind het fantastisch. Wat ik ook gespeeld heb... Holy shit. Ja, sorry, uh, lang verhaal. Uh, ik, ik ben veel te kort van stof geweest. <laughs> op een ik ga het nu goed maken. Ik heb dus de hele... Uh, ik heb een verhaal geschreven van Power Unlimited over de Halo-serie. Ja. Daar horen we uh, angstvallig weinig Als over, Als in right? de tv-serie. Ah, de okay, tv-serie, yeah. oké. Okay. Daar horen we angstvallig uh, weinig over. Ja, uh, de tweede, tweede seizoen schijnt echt fantastisch te zijn, toch? Ja, wel. Hij, dare Back to, to betwist dat. <laughs> you dare to betwist dat. Hmm. Ja. Dus, dat was de reden waarom ik dit uh, artikel heb geschreven. De eerste um, seizoen waren mensen eigenlijk helemaal niet blij mee. Want uh, Master Chief die doet dan meteen in de eerste aflevering zijn fucking helm af. Uh, no. uh, hij, hij, bij elke kans die hij krijgt. Hij is op een gegeven moment zelfs naakt. En om een reden die ik, vanwege spoilers, niet ga noemen. Maar dat was echt de reden waarom heel veel fucking fanboys over de zijk waren. En ik snap wel wat. Stond hij vast in een kapotte douche met een kat die hem helemaal... Dat is wel een mooie storyline geweest, hoor. Dat hij allemaal battle scars heeft. Dat was letterlijk nog een betere storyline geweest dan die je krijgt in deze serie, moet ik zeggen. Nee, ik was er echt... Ik, ik had een aantal afleveringen gekeken en ik had helemaal niet de drang om verder te kijken. Ik vond het wel oké. Okay. En nu heb ik het hele eerste seizoen gekeken en het is echt, het voelt op heel veel manieren niet aan als Halo. En ik heb nog even voor de zekerheid de games erna gespeeld. Dus is het wel het Halo gevoel? Not really. Uh, er zijn heel veel redenen voor. Uh, het komt erop neer dat het tweede seizoen best wel zijn best doet om, om wat fouten goed te maken. Fouten, want het is natuurlijk gewoon zoals het is. Um, om wat fouten goed te maken, maar alsnog, I don't know. Het is niet als je de of Us gezien, hebt een van de beste game adaptaties uh, ooit. En dit ernaast zetten, is dit echt wel, wel minimaal en het voelt niet zo high budget als het is. Uh, er zitten gewoon niet boeiende characters in. Um, Master Chief, die loopt het liefst nu zelfs zonder zijn fucking armen rond eh? en ja, bij, eigenlijk bij een hele seizoen 2 heeft hij niet eens zijn armor aan. En dat is zelfs een plotpunt waarom hij zijn armor niet aan heeft. I, I don't even wanna... Dus het voelt niet als een soort van... en Het gaat ook niet over dat de mensheid het waard is om te redden zoals in Halo. Weet je? Halo gaat echt over van ah, against all odds, fucking aliens. Uh, we staan op het punt om allemaal uitgeroeid te worden. Maar er is hoop voor de mensheid, want de mensheid is goed. Ja, hier Een is het hele weet lelijke weet je, alien zit hij er ook in. Okay, die hele lelijke. Die broed? <laughs> ja, nee. Ja, die zit er wel in. Zitten wel broeden. Qua aliens en zo, eigenlijk niet zoveel te klagen. Behalve dan. Nou <coughs> ja, goed, dat is ook weer spoiler terrein. Um, de, de, het gaat meer over hoe kut eigenlijk de mensheid is. En hoe eigenlijk de mensheid uitgeroeid moet worden. Dat is een beetje bijna het thema oh, okay. van, de, van, yeah. de, van de serie. Want eigenlijk iedereen is kut in die serie op een of andere manier. Alle, alle characters zijn. Op een of andere manier niet, niet oké. Okay. don't know het, het voelt niet. Uh, het voelt niet als het Halo-gevoel. Echt totaal niet. En natuurlijk is het 343 Industries, weet je de nieuwe ontwikkelaar, of de, laatste, de huidige ontwikkelaar van Halo, Dienst, idee van Halo is een ander idee dan Bungie had. En dat is voor mij waar het al verkeerd gaat. Eigenlijk. Um, maar dit is de silver timeline. Dat betekent dat het helemaal los staat van alles wat er in de games is gebeurd. En zodat ze hun eigen gang kunnen gaan. Maar ze hebben wel, zeg maar, de Kiki Wolfkill, van uh, echt de meest awesome naam hebben. Ja, holy shit. Yeah. Van uh, 343 voor heeft gezegd: van ja, we hebben niet, weet je, dit is hun eigen timeline, maar we hebben wel geprobeerd om het zoveel mogelijk, de hele gevoel mee te geven. Nou, het is niet mijn hele gevoel, echt totaal niet. En dat heb ik nog even voor mezelf laten bevestigen door daarna. Ik wilde een uh, uh, shoot te spelen en ik had Halo gezien. Dus ik denk van ja, logisch om Helo te gaan Halo, spelen, right? Maar het duurde fucking voor eeuwig om uh, een update van 84 gig of zo te downloaden. Voor Halo voor... Infinite? Nee, voor de Master Chief Collection. Ah, oké. Okay, ja. Halo Infinite kon ik niet spelen omdat mijn Game Pass verlopen was. Uh, daar heb ik later voor geholpen, maar um, dat kon er even niet. <laughs> uh, wegens budgettaire redenen. Um, en uh, toen dacht ik: nou, oké, okay, ik moet wachten op. Um, of oh, fucking de massive Collection. Ik zit nu op mijn Xbox weer sinds tijden voor het eerst. Want het, die is eigenlijk best wel be wat verstoft. En daar schaamde ik me ook een beetje voor. Ik heb zin in een shooter. Hé, hey, Mass Effect. Mass Effect is wel een shooter. Toen ben ik dus echt in een. Sort of, ja. Mass Effect 2 is best wel een shooter. -ie. Kun je beter Doom gaan spelen, toch? Dus ja, oké, okay, maar je stond je stoot, stond ja. Niet op mijn, die stond er niet op. Of Wolfenstein. Nee, Game Pass, toch? Oh ja, natuurlijk had je niet. Nee, <laughs> het riep naar mij. Het called uh, to me. En, en uh, ik had Mass Effect 2... Die was ik ooit aan het streamen. Die streamserie heb ik nog afgemaakt... omdat het <laughs> uh, niet zo uh, veel interesse was. Um, dus ik dacht van... nou, laat ik dat weer even spelen. En dat was echt... Is, ik ben nog steeds, sta nog steeds achter mijn cijfer voor Mass Effect 2... <laughs> Dat is echt een fucking classic, man. Het is echt een fucking goeie. Ook qua gameplay. Ik dacht dat de gameplay een beetje boring zou zijn. Maar me vergeleken met gewoon echte. Uh, shooter Shooters, echte FPS-games. Dat hele tactische gedeelte misschien. Het was meestal een kwestie van. Je moet een uh, schild kapot maken. En voor de rest ben je alleen maar aan het schieten. Maar het voelde echt fucking goed. Ik heb er echt van genoten. Um, uiteindelijk alsnog Halo gespeeld. Eerst Halo 1. De. de de speciale editie van Halo 1 en later nog Halo Infinite toen ik mijn Game Pass weer had gedaan was ook heel erg vet. Dus ik ben een beetje in een soort van uh, Xbox Rabbit Hole gesprongen en allemaal ja, het, oude shooters, oude sci-fi shooters gespeeld. En uh, Halo Infinite is ook weer heel erg vet. Die de, daar sta ik ook nog steeds achter mijn cijfer. Uh... <laughs> gaan we nu bij elke, elke <laughs> ja, game gaan we ja, dat zeggen. Ja. Ik, ik sta nog steeds achter, achter mijn cijfer. Ja. Um, maar de, de, de serie, uh, I don't know. Die zou ik echt niet zo snel in iemand aanraden. Helemaal niet als je de laatste was ze hebt gezien. Vind ik wel erg jammer. Ik hoopte ook dat het beter zou worden. Wat hmm. mij betreft, mensen zijn iets enthousiaster over het tweede seizoen. Maar ik eigenlijk amper of zo. Het voelt echt niet. Ze hebben een nieuwe showrunner, maar dat, dat voelt. De enige wat de showrunner heeft gedaan, is, is, is Cortana een nieuwe look gegeven. Ja, nou goed, dat doen ze in de games ook. Dat is een leuk idee. Maar uiteindelijk is het nu een. Andere vrouw met de stem van uh, hoe heet ze? De, de oorspronkelijke stemactrice die ook Cortana deed in de games. Hm. beetje gek. Maar um, ja, dus dat heb ik gespeeld. En wat heb ik nog mee gespeeld? Niet zoveel meer, gelukkig. Want anders ben ik nog. Ja, ik, ik, ik heb nog een heel klein dingetje dan. Over, over Xbox Rabbit Hole gesproken. We gaan even twintig jaar terug in de tijd. Toen de Xbox 360 uitkwam en Xbox Live, zeg maar, dat voor het eerst een ding was. Dat was zo goed. Toen al, meteen. Zeker. Ja. Uh, toen had je een, een onderdeel daarvan, en dat heette Xbox Live Arcade. Ja, ja weten ja. we het nog? Ja, ja. Daar ja, kwamen ja. hele kleine, simpele gamepjes op Een beetje uit. mobile games, maar sort dat konden we toen nog niet op mobile spelen. Wat nu, wat nu op de iPhone is, trouwens. Ja, 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 goed, ja, ja, precies, dat, ja. Dat, dat is de logische vervolgstap, toch? En toen uh, konden onze telefoons nog lang niet aan, Inderdaad. nu wel. Ja. Uh, er ja. zat zelfs nog een cap op, weet ik nog, van 50 MB. Die games mochten niet groter zijn dan 50 oh, MB ja, ja, ja. op Xbox Live Arcade. Oh, wow. Anyway, weten jullie nog, even terug in die tijd, wat was de grootste hit toen? Op Explosive. Ja, 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 dat was dan uh, met die balletjes, toch? Uh, balletjes. Nee. Oh, daar weet ik wel wat je bedoelt. Maar die kan ik even. Ne nee, was het niet um, die, die, die game met die kleine riddertjes? Uh, mm, niet wat ik bedoel. Oh, Oké, okay. ja, dan, dan hebben we het Ik heb uitgegeven. het over Geometry Wars. Oh! oh. Daar is een uh, nieuwe van uitgekomen. Ja, precies. Ja. Uh, Geometry Wars is een, uh, een twin-stick shooter. Uh, heel kleurrijk. Heel erg uh, techno-beats eronder en uh, weet ik veel wat. Ja. Um, een spelletje. Waardoor ook een soort van. Als je aan het schieten bent, vervormt de achtergrond een beetje met, met wat jij doet. Het is heel spacey. Ja. Um, echt een stoner game. <laughs> ja, maar je, maar, je moet, maar je moet wel reflexen hebben. Ja, dat is waar. Ja. Dat, dus het is eigenlijk een slechte ja, 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 LSD-game. Ik weet niet hoe je het denk <laughs> nee, Dat uh, je dan ook beter <laughs> wordt. <laughs> dat weet ik eigenlijk. Maar ja. inderdaad, dit is dus een nieuwe. Uh, wist ik helemaal niet. Ik was, ik was toen echt helemaal gek. Ik had dat uren gespeeld op Xbox live elkaar. Holy shit. En daarna kwam nog een keertje nog een, een deel 2, vond ik ook cool. Ja, maar dit was er nog voor de echte Housemark uh, Twin-stick shooters, die nog beter waren. Eigenlijk. Zeker. Uh, Zeker. Dit, dit was echt een mobile game eigenlijk. Yeah. Maar Het idee was gewoon heel cool. Maar nu is het dus een nieuwe. Uh, een vriend van me die zei het: van joh, Heb je die niet weer Geometry Wars gecheckt? Wat? Uh, dus ik heb die game gedownload, kost 8 euro of zo en vervolgens had ik 20 uur verder. Ja. Het heeft echt weer datzelfde gevoel van vroeger. Um, en, en nog een potje, nog een keertje, nog een ja, keertje. Lekker, nog broer. een keertje. Ja, holy shit. Dus ook flink wat. Het heet niet Geometry Wars, ik ben even de titel kwijt. Geometry Dash misschien? Nee. Ik weet ik niet. Nee, niet Dash. Het is wel Geometry, maar. Ja. Okay. een andere andere, ja, andere woord niet ik, ik weet het fuck geometry ah, nou goed oh, maar de galaxy de Survivors. galaxy nee? survivors nee nee het is ook één woord volgens mij nou goed het 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 het, 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 het is uit nu het kost acht uur die... ja ik heb het ik heb het later ontdekt Echt, dan, heel cool. dan al die uh... retro evolved nee nee dat is dat is dat is, dat is een, een eerdere wacht ik, ik zoek hem op. op ik heb ze later ontdekt dan die uh, House titels. Zoals bijvoorbeeld. Ja, Geometry Survivor is het. Geometry Survivor, oké. Okay. Okay. Maar is het, heeft het ook een andere insteek dan? Kwa nee, het is precies hetzelfde. Oké, okay, dus gewoon eigenlijk is dat van best of. Is het Geometry Ge Survivors of Galaxy Survivors? Geometry Survivors. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Ja. Dus als je dat origineel leuk vond, als je nou denkt: van... Oh, verdomd, dat vond ik ook heel vet, ja. ga dat checken. Over Twin stick ja, Shooters cool. gesproken. Ja. Helldivers was dat volgens mij. Ja, en nu, zeker. zeker. nu ja. Helldivers 2 niet meer. Hebben we het eigenlijk al Hell, Helldivers 2 gehad? Ja, ja, ja. ja. vorige keer. Zeker. Nee, dat dat wel, ja. Nog steeds heel vet trouwens. Nog steeds. <laughs> dat zal, vet, even de statement gewoon. Ja, is echt een van mijn favoriete multiplayer player games ever. Ik moet nu heel veel voor de, voor de puur spelen. Anders had ik die game alleen maar gespeeld. Was die spanners uitgelekt of zo? Wat was dat? Voertuigen? Ja, voertuigen. Of? Ja. Max volgens mij. Ah. Volgens mij komen de Max aan. Which is fucking awesome. Vet hoor, dat ze dat helemaal uitbouwen. Ja, maar ja. dat is het vet aan deze game. Ze kunnen met die, die, die stratégiums kunnen ze nog zoveel nieuwe shit verzinnen eigenlijk. En kunnen ze nog zoveel dingen. Ze kunnen op zoveel manieren nog uitbreiden. Ze kunnen zelfs nog een nieuw alien-ras toevoegen. Niet, niet dat ik denk dat ze dat gaan doen. Maar dat zou in principe kunnen. Zo van oké, okay, we hebben nu bugs. En we hebben die terminators. De, de automatons. Mm -hmm. Misschien doen we er, uh, ik weet niet, uh, onderwatermonsters bij. Uh, dat is echt een super slecht idee. Maar, ja. <laughs> ja. 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 Op zich ook niet trouwens. Dus als je onder water gaat, op een onderwater planeet, en je moet... Uh, wat gezeik al je wapens doen het niet en dus, zo. Ja, en je, je hebt een hele landen. andere soort zwaartekracht. en je, je moet een beetje zo... Boom, boom. Ja, I don't know. Ja, ja, het veel te langzaam. En, en je moet met harpoenen schieten. Goed. Ja, er was toch iemand die had er nog een comment over? En het is ja, een hele verticale game in een, in een keer geworden, want je kan ook uh, monsters van boven. Ja, nee, dat moet je een heel andere... Anyway, er valt <laughs> nog heel veel te doen met de Helldivers 2. Ik vond het echt een fantastische game en... Uh, uh, ik wil dat eigenlijk meer spelen dan dat ik nu doe. Um, ik ik moet ook de hele tijd. Ik heb nu een aantal keer gespeeld met mensen die net begonnen zijn, waardoor je allemaal moeilijkheidsgraden naar beneden moet en het genadeloos afgeslacht wordt al meteen op medium moeilijkheidsgraad. En zelfs dan is dat uh, lachen, weet je? Zelfs als je een potje hebt gespeeld en je hebt geen enkele fucking XP. Precies. Of, of de gameplay is gewoon leuk. Ja. ja. En dan nog steeds heb je een soort van good time. Uh, ik oh, er komt trouwens in Er stond in een Nachtwacht. Dat de, uh, de Mech Exo 45 Patriot komt snel. Zeggen ze mm. bij Helldivers. Dus ja, er komt inderdaad een, 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 een Mech. Vet hoor. Maar die is waarschijnlijk helemaal aan het einde van al je upgrade mogelijkheden. Zeg maar maar ja. dat is wel vet. Want eigenlijk is het ook wel leuk om. Uh, je, je probeert eigenlijk het, het front. ben je eigenlijk massaal aan het proberen voor te stuwen. Zeg maar. Het ja. feit dat er dan nieuwe ontwikkelingen komen. tijdens een oorlog is natuurlijk best wel normaal in een oorlog. Ja, precies. Dat, Want dat als je in een de... oorlog bent, dan gaan er e altijd heel veel geld naar precies. research en development en ja. dat soort of shit. En dat dus is dat, dat de, 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 die, de die de hele de... sarcastische ondertoon ook van deze game. Dat hele war, weet je, en uh, defend, freedom and liberty en al die uh, ja, Starship Troopers. Die, die fouten ben je shit zeg maar. Ja, ja. Die Starship Zo af... fouter het goed is. Ja. Ja. ja, Starship Troopers. is het inderdaad. Starship ja. Troopers. Ja. Alleen dan nog overdreven Want zeg maar die <laughs> Starship Troopers. Het probleem van die film was dat het uh, niet subtiel was, maar wel zo subtiel dat Amerikanen het nog niet snapten. Dat het dus maar kritiek was op, ja, uh, op de ja, United States. Mm. Hier is het zo overdreven dat niemand het kan ontgaan. <laughs> zeg maar. ja. 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 Nou ja. ja, vlak ze niet uit, natuurlijk. Nee, precies. Dit kunnen ze nog wel ja. Jij, Chert. Uh, nou ja. ja, ik heb dus uh, uh, Final Fantasy 7 gespeeld. Mm -hmm. en, uh, en nog uh, wat, wat Rocket League. Want uh, ja. we hadden, uh, tenminste, als je dit luistert, dan is gisteren de eerste qualifier van het NK. Ik ben benieuwd wat je van Rocket League in Rebirth vindt trouwens. Rocket League in Rebirth? Ja, misschien zeg ik niet te veel. Is het een het Chocobo met turbo aandrijving? Grappado. You oh, you it it. you're gonna love it. Er zit natuurlijk altijd zo'n soort van sport in een Final Fantasy, right? Zo'n minigame-achtig ding. Nee, er zit een Er zit nu ook een Queen's Blood, a, zit erin. Een kaartgame. Een kaartgame. Cool. Oh, vet. Yeah. Ja, ik, ik heb dus helemaal niks van dit soort shit. Ik ook niet. Oh. Ik vind nee, het nee. echt absurd. Maar altijd je moet erin duiken. Ja, gast. Ik vind het zo kut. Gwent dit, in The Witcher 3 was, was fantastisch. Dan Gwent. Ja, maar kom op. Ik ben, ik ben The Witcher 3 aan het spelen. Het is fucking vet. Je gaat ja. uh, hoofden afhakken van monsters. En dan ja. zit je vervolgens in, echt twee uur lang verplicht ik in het eigenlijk, een soort van ja. ik, ik, ik kutte, leme kaarttroep. Ja. Ik vind het ik echt vind zo eigenlijk cut. ook altijd kut. Ja. ja, maar dat was ook met Horizon. Moet je ook in zo'n een of andere. Het spel al Nee, Ik bedoel, ik, ik, ik snap dat sommige mensen het leuk vinden en, en dat Queen's Blood. Ik, ik bedoel, ik, ik ja, zit nu te haten cool. op iets wat ik nog niet heb gespeeld. Maar, maar ik, ik hoor dan in één keer Cody met, met Duncan, onze stagiair, praten over. Oh, dat Queen's Blood is echt leuk. Nee, ja. Ja, het is echt leuk pomp dat niet door mijn strot, AEB. Ik wil gewoon nee, en dat ben de game spelen eens, ja. die, ik, die, die ik wil spelen. Ik ja. snap dat. Het, het moet wel een aanvulling zijn en een alternatief op de alternatief. De eerste de keer dat ik het tegenkwam, dacht ik ook, oh nee. Hier ja. heb ik helemaal Precies. geen zin in. Ja. Maar je moet een beetje. Um, en uiteindelijk ben ik blij. Want ik vind het nu echt oprecht heel vet. Wat een ja. vette cardgame. Maar het is even een drempel, ja. Ja, precies. Ik vind het wel goed. Het zorgt wel voor, voor extra worldbuilding en zo. En het, um, het, er is best wel vaak heel goed over nagedacht. En het wordt gewoon een afwisseling, weet je? Ik vind het knap hoe ze, hoe ze echt zo'n zo nieuwe game kunnen ja. verzinnen of zo. Ja, ja vind, dat ik vind ik echt heel ja. knap. En dat alles klopt. En wat jij die noemt van Horizon Forbidden West. Die had ook echt best wel een uitgedokterde uh, Hoe heet die game ook alweer? Echt met allemaal verschillende animals die je kon gebruiken. Van die, die robotdieren ja, die je kon ik gebruiken. Die en, niet, ja. Maar ik vind het dan dat, dat is best wel wat... Ja, die was best wel ingewikkeld, er in. zit best wel wat tijd en effort in om ja. dat te maken. En ik, van ja, stop. Is het, het nou echt? Uit, ja, stop het. In iets, iets verder. Ja, ik heb het ook ja, vaak hoor dat ja, ik denk: van ga aan bij mee, de ja. actie van de game. Ja. Soms ben ik het met een je eens, maar Gwent, die dat was. Dat is ook gewoon een losse game geworden. Zo goed ja. was die. Eet ja. blad kan dat ook worden. Ja, ja. Ja, ik hoor dus mensen zeggen dat het beter is dan gewend. Ja. Oh, wauw. nou ja, goed. Uh, <laughs> het niet... Zit er niet mee eens. <laughs> is niet niet nou, ja, misschien, misschien ben ik over twee weken helemaal overstacht. Dat kan Bila. natuurlijk ook. No, en nog andere dingen? Uh, nou, ik heb, uh, ik heb Dune gekeken. Dune oh. Part 2. Ah. Ja, natuurlijk heb je die gekeken. Jezus Christus, wat een vette film is ja, dat, zeg. Oh, je, je. Tering. Ja? Ben je nou. het eens met mijn cijfer? Ja, ik ben het wel eens met je cijfer. Wat ik wel vind van die, van die film, er, er is wel echt heel erg merkbaar ontzettend veel ingeknipt, zeg maar. Oh ja. hm. Zo, ik bedoel niet dat het, dat ze zeg maar. Een, nou, nee, het het, het is, zou best kunnen dat ze een film van vijf uur hadden... Ja, en dan echt stukken uit hebben geknipt, waarvan ik dacht van oké. Okay, hey, dat heeft die, dat heeft die filmen, regisseur, dat niet? heeft die regisseur ook wel gezegd. Maar die regisseur, de Nieuwe die. Die heeft zoiets van, als ik er iets uitknip, dan is het ook letterlijk dood. Dus hij maakt nooit een director's cut of zo. Want hij zegt letterlijk, ja, ah, precies, ik moet ja. met heel veel pijn in mijn hart moet ik dingen eruit knippen. En voor mij is het dan fucking dood. Er, is, er zijn zelfs acteurs uitgeknipt die, de, um, die zoiets hebben van, nou, oké, okay, kut. Maar that, that happens. Ja, zegt cut. Ja, kut. precies. En hij zegt letterlijk van, ja, dit gaat ook nooit meer... Niemand gaat het ooit zien, want ik heb het letterlijk doodgemaakt. Ja, dat vind ik wel jammer. Ja, want, ik ook wel. Er ja. zijn wel echt een aantal dingen. En, en dit, dit zijn eigenlijk geen spoilers, maar in het begin. Dan krijgt euh, Paul, die, die, die guy, weet je, Timothy. Uh die die krijgt dan een opdracht. En zegt van oh ja, je moet daarheen lopen. En dan, dat is een super moeilijke reis. Dit dat, een beetje Jezus, like. Weet je, die, die wordt ook de woestijn ingestuurd. Oh, je bedoelt naar het zuiden. En dan uh, ja. Ja, dat is heel belangrijk. En uh, iedereen zegt, hij gaat dat hartstikke dood. En dan gaat hij dus. <tom Prisoner> dat, dan loopt hij even. <nitzig> En dan de volgende scène zijn ze ergens compleet anders en is dat hele verhaal weer vergeten. En dan denk ik van, hè? Huh? Nee, dat is oh. niet waar. Hij, heeft helemaal, hij moest helemaal leren om de ja, worm nee, te dan, bereiden. Dan op een gegeven moment heb je nog even een momentje met die Zendaya. Uh, uh, hoe heet ze? Zendaya. 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 Chani. We, ja, dat, die, die, nou, dan gaan ze een beetje samen proberen die worm uh, walk te doen. En dan. And that's it. Hoezo ho, even een momentje? Dat ik is een van de meest Echt. epische momenten van over. de hele film. Dat hij uh, voor het eerst een worm bereidt. Nee, dat is pas daarna. Dat, uh, hij moet eerst een soort van iets bereiken, maar dat, dat is in één keer weer weg. Dat... Ik weet niet wat je bedoelt. Ik dacht dat, dat je dus bedoelde... Even, nee, je moet naar die berg uh, lopen en dan... Oh, hey, gaat het helemaal niet redden. Uh, en dan, uh, dan loopt hij en, en dan zit die, uh, Zendaya, die zit op, op een berg en die zegt... Dan, Dit is toch voordat hij die, die wormen gaat bereiden, Tjeert? Dit is vlak voordat hij de worm gaat bereiden. Is dat dan het doel? Want dat zegt hij ja. helemaal niet. Ja, natuurlijk. Hij zegt dat hij En dan zegt Johnny van, nee, je moet hem belagen. Een, minuut ervoor. een even minuut ervoor zegt hij, ze, nou, ik zou het wel vet vinden op zo'n worm te rijden. Nou, dat kan je nooit, want je bent helemaal niet zo'n uh, free man. En dan zeg, en al een minuut later dan zit hij op zo'n worm. Hmm? Dus ik vind het allemaal wel echt heel houtje-touwtje. Wat, <laughs> wat voor minuut later? Deze dat was discussie. een van de meest epische minuten van die film. En, ja, en daar okay, hebben ze ook echt vet. volgens mij 30 dagen voor gefilmd of zo. Om te zorgen dat die... Ja, dat was wel super vet hoor. Maar ik, ik, ik vind af en toe... <laughs> hij skipt er alleen even over. Ey, af, en toe, af en toe vind ik het gewoon... <coughs> gaan ze er net iets te kort doorheen. En dan denk ik van, huh, wat? Ja, oké, okay, dat snap hm. ik, ik zijn wel, zijn We ja. er hier nu alweer. Wat, ja, die uh... film heeft wel haast inderdaad. Maar soms ook totaal niet. Voor ja, sommige ja, character moments neemt hij heel erg zijn tijd. En soms is het echt zo... Maar de, maar die die Ben ook... Guy is wel echt fucking vet. Yeah. Boy, dit is echt een biscoop filmfloor, vind jij okay. ook vet? Vedrata, okay. maar moet je wel de eerste wel even ja, kijken. Ja, eerste heb ik ook niet gezien. Vedrata, die moet je allebei kijken, back to back eigenlijk. Oh my God, het is fantastisch. Het is okay. ook voor jou, denk ik, fantastisch. Het is voor mij, voor mij betreft een van de beste science fiction films, uh, moderne fi science fiction films. Punt. Ja, ja, ja het is okay. wel echt heel cool. En het is ook echt. Dat boek is ook fantastisch. Uh, dat boek is echt een van de... Er zijn zoveel dingen op geïnspireerd door dat boek. Het is het meest invloedrijke gelezen? Boek ever. Ja, De eerste... Nee, ik heb het tot en met... Uh, God Emperor of Dune gelezen. Dus ik heb Dune 1, Dune Messiah. Uh, er kwam nog eentje tussen volgens mij. Dus ik ben volgens mij bij het vierde boek gestopt. Toen ging het echt mm, zo ver. Qua concepten en qua ja. wat Paul in verband. Maar alles wat in was. deze film gebeurt. Er zitten soms echt jaren tussen, tussen zeg maar. Dat, maar dat voelt zo me niet aan. Het ik had epic, aan het einde, ja. Maar ik, ik zit zo shallow in die hele Dune-dinges. Ik vond de eerste film wel tof. Die tweede. We waren aan het einde. Ik zeg tegen Therese. Holy shit. Er komt een derde film. Wist ik niet. <laughs> ik dacht, nou, part two, zal, jo, daar, nee, 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 dat part 2. Het zijn twee delen. Dat, dat is nog niet bevestigd, maar hij doet het zo goed in de uh, box office dat dat waarschijnlijk wel ja. komt. En uh, die, de regisseur heeft ook wel een goed idee wat die derde film zou zijn. Maar er is er inderdaad, het gekke is, het tweede boek, je hebt zeg maar Doen, het eerste boek is best wel een dik boek. Uh, volgens mij echt wel rond uh, hmm. 700, 800 bas, ja, nou, ik weet Maar niet zeker. het is dan wel een beetje te doen, toch? Hé, hey, ja, die grap heb ik alleen maar gemaakt in mijn koppen. Dus die uh, oh, Wauw. Uh, ja, ja, dat is, uh, ja Ook twee films lang. In de vorige review heb ik ook alleen maar die kutgrappen gemaakt. En uh, het tweede boek, Doe Messiah, is, is eigenlijk best wel een dun boekie. Voor dus geen dun Book. Nee. Geen, geen Doom Dune, boek Het is nog bok. beter te doen. Ja. Uh, en, en het is eigenlijk een soort van. Screenplay, het is een, of een soort van toneelstuk, want het is voornamelijk dialogen, dus ik ben heel benieuwd wat hij daarmee gaat doen. Het is een heel andere Alles wat toon. Ik hoorde over die boeken, denk ik echt van holy shit. Ik ga dit echt nooit lezen. En het is en ook, wel een, echt heel, het heel is ook wel een opgave? Het ja. is het is niet, uh, uh, nee, het is geen uh, makkelijke. Ik, ik ben echt aan boeken lezen, maar uh, okay. nou ja, maar dit is oh, maar dan moet je het wel doen. <laughs> ik ben wel echt boeken lezen. Ga ik ga het doen lezen, uh, man. Al doe alleen de eerste boek en als je dan vet vindt, dan ga je door. Ja, nou, oké. Okay. Misschien ga ik het doen. <laughs> <laughs> en man, jullie uh, die film uh, hebben gezien. Dan, dan hou je er zoveel meer uit. Ja, nee, kijk. Nou, oh, dat is cool. Nou, dan zijn we weer aan het einde. Op jongens. het hoogste punt moeten we stoppen. Hè? Ja. Ja, uh, nee, prima. <laughs> uh, ja, bedankt uh, jongens dat jullie er weer waren. Uh, we zijn er over twee weken weer met de nieuwe Dus uh, Jullie ook bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. Mocht je het nog niet gedaan hebben, laat even een review achter op jouw favoriete podcast-app. Laat de comments achter, want dat vinden wij hartstikke leuk. Uh, of dat nou op pup.nl is of op de uh, YouTubes. Of natuurlijk op je uh, uh, Spotify-dinges. Oh, dat kan en ook dat tegenwoordig. Dat kan ook commenten. tegenwoordig. Ja, 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 precies, ja. Ja, dan ja, ja, Als wij een vraagje stellen. Maar dan moeten we dat wel even doen. Ik weet niet of we dat tegenwoordig. Ik moet het nog even bekijken. Maar dat kan bijvoorbeeld alleen op de telefoon of alleen op de desktop. Ja, dat was de het. Uh, uh, ja. Ik weet ook niet precies hoe dat zit. En goed, in ieder geval bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dan, uh, dan zijn we er weer. Ja. Okay. En uh, mocht je nog uh, mee willen doen, doen aan het NK. Je hebt misschien net de qualifier gemist. Maar er komen er nog vier aan. Misschien word jij wel Nederlands kampioen. Ga daarvoor even naar pub.nl slash NK. Nou, tot de volgende keer. Hoi. Doei.